alle upgrades en alle livestream tot ze leuk worden opgepakt. En shiny! Shiny Gastly? Oh! Oké. Shiny Gastly? Ja. Nice. Oké, back. Golden Banner en een berry. Oké, kalm. Kalm. Op zich redelijk snel nog. Oké, kalm. Kalm. Blijf. 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 Yes! Yes! Cornelius brengt geluk. Nice. En inderdaad vrij snel. Nice. Oh. We got it. Nog één leveltje trainen en dan kunnen we hem ruilen. Dan kun je er een Gengar van maken. Sorry, dat was luid. Nou, Cornelius, breng ook even wat van je geluk naar mij toe. Dan pik je Shiny Ekans. Beste tempel ooit. Alleen, ik vind het geluid nog een beetje te hard. Eens even kijken. Dat is deze. Zet ik die op... waarom gaat hij niet zachter? Oh, kerel. Zo. Spirit Tempel muziek. Wat voor dit muziekje. Ja, precies. Ik ben altijd met mijn oortjes bezig. Maar goed, jongens. Is het geluid goed van de game te horen? Heel erg belangrijk. Even feedback natuurlijk als je niet in de Discord zit. Is natuurlijk heel erg fijn om te weten of alles goed te horen is. Ja, ik heb hem nou iets zachter gezet. Is hij nou beter? Ik hoor alles prima, alleen... Ja, maar wij zitten in de Discord, dus wij horen het via Stevie wel. Ja. De muziek is wel erg zacht. Althans, in de Discord dan. Ja, in de Discord is hij zacht, maar nee, het gaat om goed. Voor de streamers. Hij loopt goed. Ik luister af en toe een beetje tussendoor. Goed. Ja, is goed te horen nou? Ja. Oké, dat is het belangrijkste. Goed. Oh ja, we konden de trading quest konden we ook doen. Want daarvoor hebben we dat ding in ons inventory zitten. Dus dat is wel fijn. Mimé, ben je nou tevreden over het geluid? Mimé? Zoiets? Hallo? Gaat het goed? Hallo? Mimé? Hallo? Hallo? Nou, ik zie nou weinig klachten, dus dat gaat alleen maar de goede kant op. Daar is pijn. Je bericht is goed. Ik ga nog wel even een keer luisteren. Oh, daar was de cutscene. Daar was het vuur weg. Cutscenes worden geskipt. En we hebben voor Royce Wind. Oké. Handig? Ja, ik weet niet op welk punt je nu bent. Dus ik wil maar puur doen vanaf je audiocommentaar. Nou, ik zit nog heel eventjes te denken. Want ja, gaan we nou eerst naar de Shadow Temple? Of gaan we nou eerst naar de trading chat? Jullie mogen kiezen. We kunnen naar de training of we kunnen naar de Shadow Temple. Ik zal heel even bij onze sleutels wel eventjes kijken. Ja, hoeveel Shadow Temple shit ding heb je? Bij de Shadow Temple... We kunnen zelfs naar de baas, nog leuker. Daar hebben we 3 gewone sleutels. Dus bij de Shadow kunnen we enorm veel en dan krijgen we dus de Zora's Sapphire. We hebben ook nog de training quest die we kunnen doen voor een random item. Ik stem dan ook over de Shadow Temple. Ik zeg, Bada, Jabu Jabu hebben we al helemaal gedaan. Bada, ik zeg... Echt waar? Hebben die al helemaal gedaan? Ja. GTG? Ik zeg GTG. Ja, maar daar hebben we, daar hebben we nog 2 sleutels voor nodig. Ja. Misschien vind je eventueel die sleutels daar. Nee, want daar hebben we alles al gedaan. Dus we hebben al die 2 random sleutels, of we hebben alle 4 de random sleutels al. Dus we moeten eerst de 2 Grudo sleutels vinden dan. Aan de andere kant, trading quest is vervelender. Ja, maar goed, er zitten wel heel veel kistjes. Dit is echt raar zo in één keer, zoveel stemmen hier. Ja, dat is voor mij ook wel even wennen, want het is de eerste keer dat ik Discord gebruik. Nou, welkom. Ja, leuk dat je het gaat doen. Maar iedereen zegt dus we gaan gewoon naar de Shadow Temple? Ja. Oké. Okay. Hoi Daap, leuk dat je er ook bij in zit. Hopelijk vinden daar Ice Arrows. Nog wel lachen. Maar die zijn zo nutteloos. Tegen Bongo Bongo zijn ze wel komisch. Even kijken, dat was... Oké, ik zet het op de 100 seconds. Nou, ik ga eventjes... Ik ga heel even één ding wel eventjes doen. Waar heb ik... Dat is deze. Don't switch.
Dan is het heel eventjes stil inderdaad. Dan doe ik heel eventjes deze. En dan zet ik hem op. We zitten vol. Zo. Livestreams 5 van de 5. Mooi. Nice. Voor deze ene keer een speciale stream, waarom ook niet? Special. Wat? Wat heb je gedaan? Tot er niemand meer bij kan komen. Oh, op zo'n manier. Leek me even het beste. Maar wel gezellig toch, musical? Nee? Ja, nee, dat zeker is inderdaad. Het is zeker een gezellig interactief dagje. Ik bedoel, ik ben 2 keer me helemaal lijp geschrokken ondertussen. Ja, en ik heb een rip gehad. Ja, het stond er nog tegenover. Nou, dat valt nog wel mee. Vergeleken met dat ik me eigen helemaal lijp heb geschrokken. Maar eigenlijk moet Super Mario Player bang zijn, want ik kan zo over hem heen met 1515 bits. Ik haat jou. Nou, Bada die is het er ook niet mee eens. Nee hoor, wij doen helemaal niks. Wat eigenlijk deze muziek? Wacht, ik moet even horen. Dat is hoe heet het? Kokiri Forest, toch? Serieus, Kokiri? Ja, dat is het nadeel als je mee zit in de chat, Carl. Ja. Dan raad ik aan, als je echt de gamegeluid ook erbij wil horen, dan raad ik echt aan van, zit lekker in de chat en dan interactief. Als je iets typt, dan ben ik ook wel interactief. Daar hoef je niet geen zorgen over te maken, in ieder geval. Interactief zijn wij altijd. Behalve op zonder feestdagen door de week. Ik vind het wel lollig om een keer op voice chat te zitten. Ah, gezellig. Maar ik zeg al, interactief zijn we altijd, behalve op zonder feestdagen door de week. En vandaag is zaterdag, dus ik lieg niet. Het is elke dag een feestdag. Elke dag is Eevee-dag. Oké, iedereen eruit! Nou, als het zo is, ik kom mijn 15-14 terug. Dank u wel. Nou, oké. Oké, dat was gezellig. Zoiets? Oh. Hallo, daar ben ik weer. Nee. Welke soep moet ik gaan eten? Ik weet het niet. Soep? Pompoensoep. Ja, heb ik niet. Het is geen Halloween meer. Tomaatsoep. Heb ik ook niet. Ik hou niet van soep. Dat vind ik ook niet lekker. Oké, gaan we naar champignon. Wat een zeikert. Echt? Ja. Ik hou van champignon. Oh, ik haat dit beest. Nou, dankjewel. Ik vind jou ook wel aardig. Oké, ik sla jou... Nee. Niet happen naar de baas. Oh, heet deze baas niet Deadhand of zoiets? Ik weet niet. Ik vind hem gewoon creepy en ik krijg gewoon een knal voor zijn neus. Ja. Deze is een grote, dikke neus. Ik geloof dat er iets fout gaat, wat? Niks, toch? Wat gaat er fout? Niks. Even wacht, ik zie hier wel een, Vuurengeltje zit nog steeds wel in de kal. Oh, vuurengeltje die wil in de dingen zitten waarschijnlijk. Ja, die zit hier. Eentje is weg, wie is weg? Oh, Daaf is weg. Ik zit naar de verkeerde chat te kijken. Ik zie hier niet het probleem. Nee, ik ook niet. Vuurengeltje? Ja, vuurengeltje die is er nog wel, maar... Hij zegt niks. Anders moet je even disconnecten. En dan weer even reconnecten. Of het ligt misschien aan je internet, dat kan natuurlijk ook. Hij hoort niks meer, zegt hij. Ik hoor niks meer. Oké. Okay. Horen jullie mij nog wel? Ja. Ja, wij horen hier nog wel. Prima. En ik hoor Mario Player ook nog gewoon. Yay! Misschien heeft zijn microfoon niet goed geplukt of zo, of zo'n ding. Ja, er is natuurlijk ook die vraag op zitten. Ja, precies. Daaf, ik hoorde je net inderdaad net niet, dus ik weet niet. Ik ook niet. Wat hebben we eigenlijk? Ach, een rupie. Nou, ik kan helaas niet de Discord in de gaten houden nu, jongens. Dus mocht je chatten in de Discord, dat gaat hem voor mij niet worden. Dat doen wij even voor je. Ja. Even maar voor mij doet hij het weer, toch? Ja. Zoiets? Vuurregeltje? Hallo? Ja, ik was er weer. Ha, hij doet het. Horen jullie mij? Prima. Ja, sorry, maar wat zei je tot we je hoorden? Sorry, wat? Wat zeg je? Godvloeiende! Wat was dat dan? Wie
deed dat? Wie denk je? Oké, okay, die moet ik ook eens kip opwegen later. Nee! Mario Player, nee! Ja! Als ik mijn best heb, ga ik 666 doen. Kieken! Dankjewel voor de support! Moet je nou eens kieken wat hij bij je nou doet? Dat was gemeen. Ja, ik heb het geluid van Discord nogal hard staan. En ik ben blij dat ik de demonstratie niet via Twitch heb gekregen, maar via Discord. Ik heb alleen. Waarom hebben we dit? Mijn bord lag bijna op de grond. Waarom? Nee, I don't like this! I like this. Oh, jij bent gemeen, jij bent echt evil. Mooi. Nee, daarvoor hoorde je niet. Nee. Maar die 6 en 6 hoorden we wel. Ja, Steve is er nog wel aan het bijkomen. Dat is leuk als je Slenderman aan het spelen bent, je doet het wel een keer, niet 6. Er is een reden dat ik geen jumpscare game speel! Oh, jongens. Gaat het weer? Nee! Dan is het goed. Van Stevie, hoe kom je aan het tweede scherm? Nou, ik heb hem bij elkaar geschrokken ondertussen. Ik vind dit fijn. Kieken is ook gemeen. Gemeen. Wie zijn idee was dit eigenlijk? Nou, van je zus moet je het hebben, Steve. Wat ben je, man of een muis? Piep dan? Piep 1 voor... Nou, het grappige is, dat is een oude quote van... Vroeger hadden wij Scooby-Doo op de videoband. En dat was in het Nederlands. En daarin heb je dus een aflevering van Sonny en Cher. En dan zegt dus... Dan zegt de een tegen die ander, die zegt dus inderdaad van... Nou, wat ben je? Een man of een muis? Piep dan! En dat vonden we gewoon een van de grappigste scènes die erin zaten. Net zoals van hoe heet hij nou ook alweer? In het Nederlands. Oh, verdorie. Want ja, je hebt Shaggy natuurlijk. Je hebt Scooby. Je hebt Daphne. Fred. Fred die zegt in één keer tegen Shaggy... Ik begin te krikken. Want die is met een autokrik bezig. Ook zo fout als het maar zijn kan. Ja, echt hè. Blijf hier wel staan! Dat is echt erg. Ja. Dit is te erg. Ja, vroeger. Maar vroeger kun je ook gewoon beter... Vroeger, dames en heren. Vroeger was alles veel beter. Toen was je namelijk nog echt op zoek naar de Mew die achter de vrachtwagen zou zitten. Zo de biet erop, rotjoch. Schaf uit. Ik verkoop je de dreumes. Susie Chan, dankjewel voor de sub. But why? Oh. Ook echt gewoon... dankjewel, Superman. Graag gedaan. Padoemt. Hey, ik zie alleen een gigantisch blauw vlak. Ja, ik kijk heel af en toe eventjes verder naar de chat van... Is er iets gechat? Ik weet het. Daarom zit hij hier nou gewoon in mijn nek te hijgen. Ik hijg helemaal niet. Ik moest even hoesten. Ik bedoel, serieus. Ik had ook wel een jumpscare kunnen doen. Maar nee, ik doe het zo. Ik wees aardig, weet je wel, verdorie. Dan krijg je dit. Je wordt bedankt, Stevie. Echt. Ja, nee, ik leg je een woord in de mond, echt serieus. Oh, wat slecht. Ja. Leuk toch? Prachtig. Zoiets? Ondertussen is Kokiri voor zich steeds op de achtergrond. Ja, hartstikke gezellig. Dat kan ik wel gebruiken naar die stunt van Kieken. Kieken houdt... Kieken vindt het gewoon heel fijn om je te supporten. Ja, dat inderdaad. Ja, op de duistere manier. Dat dus.
Ja, nee, dat is inderdaad... daar heb ik het de laatste keer nog trouwens over gehad. Weten jullie er nog dat ik het over had? Dat ik inderdaad Amnesia moest spelen. En hoe scheiterig dat ik dat toen was. En dat mijn zus en Pieter dus... zich kapot aan het lachen waren over hoe scheiterig dat ik wel niet was door Amnesia. Was dat niet toen met die Engelse stream? Dat hebben we niet gestreamd. Oh. Yay, we kunnen meer rupees dragen. Wat ben ik blij. Jee. Wat nodig met die zilver rupees die je aan het verzamelen bent. Ja, ondertussen. Echt, hè? Zoiets? Oh, ik vind die zilver ruby puzzles vind ik zo... Die vind ik niet zo mooi. Nee, dat doet me te veel denken aan dat red coin missie gebeuren. Ja, precies. Het is zo... Ja... Saai. Nou, zus, eventjes... ja, ik zeg gewoon zus tegen Suzy Jen, want ja, het is mijn zus, maar... het grappige is... die grap, weet je wel, die toen hebben gezien, die compilatie van... I'm so scared. Die heb ik een beetje ook laten zien. Ik kwam nu meer bij van het lachen. Je weet wel die compilatie, je beetje? Je beetje? Hallo? Gello? Hallo? Je beetje? Is hij... Huh? Misschien internet issue of zo? Ja, daar komt hij weer. Dat is ook niet aardig. Grapje natuurlijk. Ik ben nog bij aan het komen van die jumpscare, jongens, echt. Ik vond het wel grappig. Oh, je beetje staat gemute. Waarom dat? Weet ik niet. We hebben een sleutel in ieder geval van de bottom of the well, dus we kunnen daar nou 2 pick-ups halen. Yay. Misschien een telefoontje of zo. Kan zou ook kunnen. I'm so scared to go out at night. Precies, Evie. Auw. Maar goed, in ieder geval had hem je een beetje ook laten zien. Ik kwam niet meer bij van het lachen. Dat is dan iemand die speelt aan Amnesia en echt serieus. Die rent gewoon weg van zijn computerscherm. Die springt gewoon echt van zijn computer af. Zo van, nee! En ik had Pieter achter me aan zitten. Je weet wel, de grapmaker van Zaad Erdag. Hey, het is vandaag weer Zaad Erdag. Ja, dat zeg ik. Ik doe alleen maar van dit soort interactieve streams. Buiten, alleen op zonnefeestdagen door de week. Behalve op zonnefeestdagen door de week. Nice. Ja, dat klopt. We zaten op de eerste verdieping inderdaad toen de tijd nog. Dat was toen ik nog bij mijn vader woonde, echt. Kun je nagaan, ik woon ondertussen al 7 jaar op mijn eigen. Zo, tijd vliegt. Je beetje staat ineens gemute. Ja, dat klopt. Ik was even naar de wc. Dat vind ik een beetje onnodig om dan... He was so scared to go out. At night. Yeah. It was so freaking scary. Oh god! I think that was een donatie van die kiekengast. Kraanachtig geluid, sorry. Ja hoor. Maakt niet uit. Okay. Ik overleef het wel. Ja, vind je kraan niet zo eng als... Ik hoor niet echt veel achtergrondgeluid bij jou dus. Ah, dat scheelt. Bij mij? Hoor je bij mijn achtergrondgeluid? Nee. Nee, ook niet. Nice. Ik hoor alleen maar het Kokiri Forest deuntje, wat nou heel erg ontspannend werkt. Nice. Hi, ik wil jou... Een gewakkelijke deuntje voor zo'n duistere dungeon. Ja, echt hè, alles is random, ik hou ervan. Ja. Was de bosmuziek nou ook random? Ja. Oh ja, alleen het victory muziekje van de boss is niet random. Nee. Ja, dat is wel jammer. Nou, het is een te kort en dat zou te makkelijk glitchen. Ja, dat is ook weer zo. Ik wil zeggen, als je dat gewoon ergens random hebt inderdaad. Maar ik moet Suzy Chen nou wel de belangrijke vraag stellen. Hoe heb je Eevee genoemd? Heel belangrijk. Ja, ik bedoel, de mijne die heet Evelyn. Nou ja, ik had hem... Ligt er natuurlijk aan, ik heb hier Eevees genoeg, hè, dus... En, hey, we hebben de sleutel van de Gerudo Fortress. Dat is alvast één van de twee. Nice. Nice. Dat is handig. Ik weet wel dat ik mijn Eevee Ebony ga noemen. Jongens, we hebben de tweede sleutel van Ganon's Castle. Nog maar één sleutel die we daar hoeven te vinden. Oh, nice. Weet je zeker dat je het overleeft? Zijn er small keys voor Ganon's Castle? Serieus?
Ja? Ja. Voor wat dan? Voor die barriers. Ja. Weet je zeker dat je dit overleeft? Straks moeten we een nieuwe hard toneer in plaats van 600. Nee, ik overleef het wel hoor. Ik ga mezelf even muten, want dan kan ik even rustig eten. Dan moet ik dit uit mij smakken. Ja, dan kun je even rustig scheten. Wat? Wat? Juist. Ja, mag ook. Hey. Nou, Daaf, je kunt het nog een keer gewoon mee proberen. Dat is geen enkel probleem. Gewoon een keertje weer proberen. Maar ja, op telefoon heb ik al vaker dat mensen klachten hebben over Discord van... Ja, op de telefoon werkt het niet zo goed. Ik heb er nog nooit moeite mee gehad, op telefoon. Ja, van sommigen heb ik er inderdaad wel klachten over gehoord, dus... Ja, het geluid is niet zo... ...penderend, maar verder heb ik nog nooit iets van connectieproblemen gehad. Het geluid is niet zo fancy. Nee, dat ook. Boom. Zo dus. Wat wilde je vragen? Moest ik iets vragen? Daaf, ik ook niet, dus we blijven typen. Ik wou vragen wat jou, hoe dat je Eevee genoemd hebt. Je krijgt een foutmelding bij Discord. Wat voor foutmelding krijg je bij Discord? Dat is raar. Hey, serieus, als ik op tweede kerstdag langskom, dan gaan we dat fixen. Met je laptop of je PC of je iPad. Waar je ook mee op internet kan, in principe. Nou, ik weet, mijn zus die zit nog niet in onze Discord. Of ja, Suzie-chan die zit nog niet in onze Discord. Dat de website niet bestaat. Hè? Website niet bestaat? De link is toch? Die kan toch niet. De link is nog steeds. Mimik, kun je nog een keer de recente link sturen? Voor mij kan die niet verlopen, toch? Nee, die heb ik op. Die staat op niet verlopen. Nee, dan zou die voor moeten werken. Dit heeft nut. Nee, dat is de Twitch link. We hebben het over Discord. Ik kan geen links plaatsen volgens mij. Nee, dat kan alleen, dat is een admin ding. Ja. De enige sculptula die niet beweegt. Ja, we hoeven ze niet meer te verzamelen, maar toch, waarom ook niet? Gaan we en Smoky voor de Forest-tempel, dus we kunnen weer terug naar de Forest-tempel. Oh, nice. Volgens mij is dat ook de laatste die we daar hebben. Oh, ik heb zoveel niet gevolgd, dus ik zal het echt niet weten. Ja, ik heb de laatste part ook nog niet geüpload. Vandaag heb ik de Minecraft geüpload. Ja, ik zag het, ja. Minecraft. Minecraft! Minecraft! Minecraft blijft toch wel altijd, denk ik, wel actief op internet. Ja, maar ze blijven het ook leuk updaten. Ik bedoel, serieus, ik ben heel nieuwsgierig wat er allemaal in 1.13 zit, omdat ik daar nog steeds niet achter ben gekomen. Er zaten al nieuwe vijanden in en walnoten en... Walnoten? Serieus? Ja, dat haalde ik net uit het kistje. En vaak heeft Herobrine dan al niet verwijderd? Herobrine heeft nooit bestaan. Volgens mij is dat gewoon een joke. Dat is een joke van Minecraft. Ja. Maar ze hebben dat toen op een gegeven moment in een van de updates gezet. Ja, dat zijn ze in elke update. We hebben de Requiem of the Spirit. We kunnen naar de Desert Temple. Als ik de uitnodiging accepteer, krijg ik dat die de website niet kan worden geladen. Dat is raar. Heb je wel Discord geïnstalleerd? Ja, heb je zelf wel een Discord? Je moet wel Discord hebben namelijk. Ja, anders werkt het voor geen mee. Ja, je kunt het wel via de browser gebruiken, maar dat werkt gewoon niet. Ja, het werkt wel, maar... Ja, maar het is niet zo... Meh. Het is meer. Het is gewoon erg meh. Wat kun je zo in die kisten krijgen in deze random... Alles! Zo. Alles behalve tokens, toch? Tokens niet, nee, want het is geen token sanity. Nee. Token sanity vond ik een beetje te ver gaan. Is wel grappig op zich, token sanity, skull sanity. Sorry. Nee, dan moet je echt weten waar dat echt alle 100 skulls zitten. En aangezien dat ik daar niet bekend mee ben, denk je dat je... Ah, ik val hem mee. Rip. Ach ja, gelukkig krijgen we vrolijke muziek. Daarom, daar doen we het voor. Precies. Oh. Ja, jij ziet het nu pas. Ja. Ja, dat is het grappige, je moet er echt aan wennen. Time paradox,
shit zal gebeuren. Je hoort het eerder voordat je het ziet. Precies. Ja. Maar ik hoor het wel heel, heel zachtjes op de achtergrond. Nog ideeën voor een naam? Oké, is het een mannetjes Eevee of een vrouwtjes Eevee? Ik hoorde je net weer vallen. Ja, ik deed de jump te laat. Als je maar niet Ebony gaat noemen, want zo noem ik mijn Eevee. Hoe, Ebony? Ja, Ebony. Dat is een leuke naam. Ja. Dat is haar eigen naam, dus dat is een beetje een rare naam om dan... Oké, dan doe ik hem wel goed. De kleur van hout. Bruin. Nou, ik heb hier zoveel plusjes en ze hebben allemaal een naam. Ik doe er vandaag 32, dus luister goed. Nee, we hebben hier echt heel veel plusjes. Nee, dat kun je zien, dat is gewoon random. Je hebt gewoon een 50-50 chance erin zitten. Ga niet op me zitten. Niet zo schreeuwen jij. Ik vind het wel apart, want sommige kunnen wel vriezen, maar sommige weer niet. Van die zombie. Ja, je kunt ze Sun Song kun je gebruiken. Ja, dat is, dan verstenen ze helemaal. Heb je die? Nee. Ah. En, oh! Boe! Moran. Boe! Oh, serieus, OG? Ja, daarin zeggen wij altijd boe. Ja, weet ik dan, maar ik maak dat een grap boem. Oké, als we hier op het kistje stonden, dan konden we, als het goed is, net... Dat was hier de truc, dat was hier de kaas. Ja, dat, die heb ik bij zo'n andere streamer gezien, ja, dat klopt. Die is echt wel heel handig. Nou, het is om hier dadelijk doorheen te komen, maar het is ook daar in die kamer, daar zitten ook nog volgens mij ja, twee kistjes geloof ik uit het hoofd. Volgens mij, voor mij zat er alleen maar een skull, dacht ik, maar weet ik zeker. Oh, ik mis er nog één. Duh. Ja, volgens mij zit er ook een kistje. Nee, een sleutel. Sleutel en een skull. Ja, maar die sleutel die zit in een kistje. Zat hij niet in die grote spinnende bommenpot of zoiets? Oh ja, dat kan ook wel. Maar ja, dat is dan ook een random pick-up. Nou, hij spint ja, hier niet, daar niet van, maar... Ja... Nee. 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 Nou. Jawel. Nee. Jawel, jawel. Ja, laat... wel. Nee, ja, nee, toch? Nee. Zoiets? Nee. Zoiets, ja. Of toch wel? Zoiets. Oké, ik ga weer verder met... Hier is geen kist. Nee. Hier zit inderdaad die skulltula, die sleutel die er nou zo uitkomt. Ik zag je net zomaar een paar keer levitaten met die floating pantoffels, maar hoe is dat mogelijk? Het zijn hoverboots. Ja, het maar het zijn... als je gewoon op de grond staat, dan moet... Oh, omdat daar invisible spikes zijn. Dat zijn onzichtbare spijker dingen. Oh. Ja. Beschermt dat je er tegen of zo? Ja, het zorgt ervoor dat je voor een bepaalde aantal tijd inderdaad. Volgens mij iets van 2 seconden of zo, 2-3 seconden. Zoiets, zolang als dat die hoever eigenlijk doorgaat. Zeg, Zubat, kom eens even hier, Dan kan ik je even spiezen met mijn hookshot. Dan kan ik je hoeken. Ik hoek jou. Maar ik vraag me eigenlijk wel af, hebben we nou... Hebben we alle sleutels dan vanaf hier, of zouden we er nog eentje missen? 2 sleutels, deze kamer, Jezus. Hier hebben we er eentje nodig. Eentje. Oh boy, de expert is aan het rekenen hoor. Jongens nog. Ja, had je nog eentje nodig voor een optionele kamer? Nee, volgens mij is die niet optioneel. Er zit volgens mij ook een item, een pick-up. Goed. Want ik weet... Oh nee, ik weet nog achter bij die... Vlak bij die boskie heb je nog 1 sleutel nodig om zo'n kamer door te gaan. Ja, dat klopt. Ja, ik weet ook niet of ze allemaal nou hebben of niet, dus kom van eigen. Daar zit ook nog zo'n onzichtbare kist. Oh, ik haat dit. Stomme windtunnels. Ga die dingen kun je toch hoekshotten? Hé? Kun je die dingen niet hoekshotten? Volgens mij niet. Maar volgens mij was het hier om de bedoeling dat je de Iron Boots aan gaat doen, maar daar heb ik geen zin in. Daar ben ik te lui voor. Snel het hoekje om.
Ja, dat hebben ze wel mooi gefixt in 3D. Dat je niet elke keer op start hoeft te drukken voor hoverboots. Ja, dat is echt irritant. Goh, mijn geheugen is zo slecht dat ik deze kamer me niet eens herinneren. Oh ja, dat probleem ken ik. Ik zie de kamer niet eens, dus ik weet niet welke kamer het is. De windtunnel. Ja. Dan heb je daarna nog die ene met die zijwaartse winden en zo. Gezondheid. Ja, ik ben nogal verkoud op het moment. Nou, daar hebben we wel meer last van, dan stoven je niet voor de jammer. Ja, dan is het warm, dan is het Daaf denkt aan kaas. Ja, maar het is wel, het maakt het wel lastig. Nee, valt wel mee. Volgens mij zaten hier ook inderdaad twee kistjes. Ja, één onzichtbare en eentje moest je de vijanden voor verslaan. Hallo. Een echte expert. Wil jij alsjeblieft niet zo eng tegen mij doen, dankjewel. Oké, ik zal het niet doen. Ik haat die beesten, echt. Ja, ik ook. Ze zijn gewoon zwaar irritant. Nee, ze zijn gewoon creepy. Nee, een kistje verschijnt niet. Nee? Nee, er is gewoon hier eentje onzichtbaar. Volgens mij is dat die andere kamer waar je het over dacht. Nee, hier zit toch een kistje. Oh, de watertempel heeft de Goron Ruby. Dus als we daar... Oké, dus als we deze dungeon kunnen halen en dat, dan kunnen we dus de... Kunnen we weer twee pick-ups vrij spelen. Dat is fijn om te weten. Dat je zo'n hint kan krijgen ervan. Ja, daarvoor is de kompas toch wel een beetje nuttig gemaakt. Nice. Dat is fijn. Heel creepy. Ah! Dat ging me net goed. Volgens mij is dit die plek met twee kistjes. Ja, hier zitten die twee kistjes. Ja. Eentje dat je die moet bombarderen en dan met hidden dinges en... Ja, of deze kamer had ik het volgens mij. Ja, had ik het ook, ja. Oké. Klonk interessant. Doen we het nog een keer. Hey, ze zit erin. In de Discord. Oh. Kijk aan, het is dus gelukt. Nou, weet je jullie nog dat ik het over een vuursteen had? Ja. Je weet je, jij hebt daar toch ook, je kan toch ook rollen geven? Ja. Ja? Mimee heeft al een rol gegeven aan de... Oké, kunnen jullie ook gelijk daar heel eventjes een vuursteen op gooien? Ja, dat kan ik doen. Hey, een hardpiece. En dat doe ik hier ook even gelijk. Onder de... Oef. Ja. Als Mumme wil, kan ze mijn plaats even innemen, want ik ga er even vandoor. Nee, dat is goed, ja. Toch? Dat is goed, maar Mumme die gaat niet in Discord, want dan heeft hij heel veel achtergrondgeluid. Ah, jammer. Okay. Maar leuk dat je er even bij was. Ja, ik vond het wel leuk om het een keer geprobeerd te hebben, dankjewel. Hey. Veel succes met Zelda Randomizer. Ja, dankjewel. En jij bedankt voor de follow en voor je support. Ja, dankjewel. En voor de praten. Dat was gezellig. En voor de, inderdaad, voor de gezelligheid, ja. En weer een sleutel voor de GTG. Ik kom later nog wel eventjes kijken hoe het gaat, oké? Okay? Ja, nee, dat is goed hoor. Is helemaal goed. Groetjes. Houdoe. Ik zal zelf eventjes kijken, want ik krijg echt heel erg veel geluidjes nou op mijn telefoon. Goed doen. Ja, sowieso inderdaad vanwege die jumpscares natuurlijk, maar... eens even kijken, ik zie Twitch, Draak tot die heeft gevolgd, Knienke hebben we inderdaad gehad, die andere jumpscare... Ik moet nog steeds een keer die 666 bits verzamelen. Nee, dat moet jij niet. En, ik hou heel veel van support, doe gewoon 2x333 of zo, vind ik ook goed. Nou, dan moet ik 2 keer typen, dat duurt zo lang. Oké, nou in ieder geval, ik moet echt dat geluidje een keertje aanpassen van, ik moet meer Eevee-geluidjes gaan ritselen. Ja. Nou, we hebben in ieder geval geen sleutels meer, dus daardoor kunnen we nog wel dit in. Maar ik weet niet of die ene deur dicht zit waar dat, die 4 kamers zitten, want ik weet dat aan de overkant 1 sleutel zit. Dus we komen nog 1 shadow sleutel tekort, dus... Die zijn allemaal open. Dankjewel, expert. Ja, sorry. Nee, daar hoef je geen sorry voor te zeggen. Daar ben ik juist blij om. Super Mario Play 200. Ja, ik kijk elke dag Ocarina of Time random. Ja. Ja. Speel je hem zelf ook random? Het lukt mij niet om te kazen. Om te kazen? Ja, om te... je weet wel. Ja, ik mag het niet... Help ik je nog wel een keer mee. Want ik heb wel eens verschillende kazen geprobeerd, maar die kaas die werkt op een gegeven moment. Nee, help ik je wel een keer mee. Dus langzaam... Shh. Ja, shh, praat er dan niet over. Ja, het is lastig te installeren. Maar het is lastig op te zetten. Ja, precies. Ik snap er niks van. Maar goed.
Oh, maar je hebt tussen Jenny hier ook gelijk bot gemaakt? Of, Ja, die is geëvalueerd. Mooi. Komt ze nog in de kal? Of? Nee, ga ik niet vanuit in ieder geval. In verband met achtergrondgeluid. Ah, op die fiets. Ja. En ik weet wat voor achtergrond dat geluid is. En ja, dat zou heel leuk zijn als het te horen is. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van... Nufje. En we staan hier op de boot des doods met een vrolijk muziekje. We gaan zo ons hulp tegemoet. Maar dat maakt ons niet uit. Val eens naar beneden of zo, dat mag ook. Oh, je bent al bijna bij Pongo Pongo, dus. Oh, dat ging snel. Nou, we missen nog één sleutel helaas. Oh, we kunnen nog niet naar. Oh. De Boski toch? Nee. Ja, de Boski hebben we, maar die deur die zit op slot. De gewone sleutel missen we. Hè? Er is nog één Smalky. Nee toch? Ja hoor. Oeh, wie heeft er gelijk? Ik weet het niet, dus ik ga geen... Ik weet bijna 100% zeker dat alle deur, al die kamerdeuren open zijn. Ja, klopt. Maar welke deur zit dan dicht, denk je? Die deur hier aan de overkant. Kijk maar, je ziet hier, je kunt hem zien. Wacht even hoor. Verrek, hè? Yay! Maar ja, dan weet ik hoe dat hij me terug wil pakken, dus niet zo je. Nou, misschien ligt die sleutel wel in een van die kistjes. Potentieel irritant geluid van een schattige bron. Oh. Ah, op die fiets. Daar, ik vind hem hartstikke lief. Neefje! Toch leuk. Ik heb zelf ook twee neefjes, dus... Nou, voor mij, ik moet heel eerlijk zeggen, het is echt wennen, maar ik vind het zo awesome. Ja, het is inderdaad... Dus heel eventjes naar mijn neefje. Heel eventjes, dat heb ik met mijn neefje afgesproken. Kijk, een poepoe. Ah. Ah. Ja. Eventjes de melding uitzetten van Discord, want ik word helemaal gek van dat bloep, 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 bloep. Ja, ik volg zoveel kanalen en dan krijg je elke keer van... Oh, die stuurt wat. Oh, die stuurt wat. Ik wist niet dat je ook advertenties kon kijken voor bits. Dat wist ik nog niet eens. Echt niet? Nee. Ja, dus... Oké, we hebben de membership card. Oké, het nadeel is, we hebben die ene sleutel nodig. Want anders komen we nog nergens. Oké, nice. Dus we hebben nog echt die sleutel nodig en dan kunnen we naar de GTG. Oh, hoi Daniel. Welkom terug, Daniel. Oh, denk Daniel. Ja? Ja? Wie? Wat? Betekent dat nou dat we die carpenters bullshit kunnen skippen? Nee, want dat hebben we al gedaan. En taalgebruik. Oh, sorry. Ja, vergeet ik nog af en toe wel eens. Nee, dat kunnen we niet skippen. Want je hebt zeg maar al die vier sleutels nodig. Want ook al heb je dat ding, dan worden ze nog steeds agressief. Dankjewel voor de boost, Bara. Hij probeert het. Bitoorlog hier tot te beginnen. Het support het kanaal, dus als jullie er een oorlog van willen maken, be my guest. Mij maakt het niet echt heel veel uit. Jullie het maar inderdaad doen om te supporten en niet van, ik ben de grootste fan. Nee, ik ben de grootste fan, want ja, dat moet je gewoon niet doen. Kijk wie er op de meest staat. Nee, grapje. Nee. Ik doe het echt om te supporten. Die eerste plek, weet je, als dadelijk iemand al 1515 biedt. Ja, dan heb je meer reden om mij terug te pakken. Om twee bussen te doneren, nee. Om een hartverzakking te geven, ik weet het. Nee, je kunt minimaal 10 doen. Ah ja, dat is ingesteld. Ik wou zeggen 1 bit per keer. Als dat die evil boost. Oh, ik vond dit altijd best wel een creepy kamer. Ik wist echt niet wat ik hier moest doen. Welke? Deze kamer. Oh ja, deze. Ik heb geen idee. Ik zie hier geen beeld. De kamer met houten venster die zo je insluiten. Oh ja. Dus maar vijf van hout. Ja, jij bent de grootste ventilator. Het houdt ook niet op, hè? Nee. Oh, ja, we hebben hier in ieder geval twee kistjes. Wat zit er in de boskie? Wat zit hier? Troep! Troep, oké. Oh, een houten schild. Nice.
Wat zit hierin? Een purple rupee. Hoera. Nou zit ik heel eventjes te denken. Dan zit ik heel eventjes even kijken hoor. We hebben 4 sleutels van de Spirit Temple, maar we hebben nog niet de Mirror Shield. Die kan in de Spirit Temple leggen. Het nadeel is, we hebben alle kistjes, dus de Shadow Temple hebben we alles, maar we komen 1 sleutel tekort. We kunnen terug naar de Forest Temple, want daar kunnen we ook verder, daar hebben we ook de Boss Key voor. En volgens mij was dat dan het einde van de dungeon, maar dat weet ik niet zeker. Als je de Boss Key hebt, dan heb je toch al gewoon gehaald, of niet? Nee, want de Forest, dan moet je eerst al die spoken nog hebben. Oh ja. Maar volgens mij met 2 sleutels red je dat volgens mij toch al? Volgens mij hebben we daar 1 sleutel nog maar nodig. Nee, 2. Sowieso 2. Want je moet nog 1 sleutel extra verbrassen voor die ene kamer. Welke kamer? Die kamer om... Hoe noem je die kamer van... Want daar zijn we al behoorlijk ver. We hebben dus zeg maar de eerste 2 spoken hebben we al. Ja. Dan zou je het voor mij gewoon kunnen halen. Nou, weet je wat? We gaan er gewoon naartoe. We gaan er gewoon naartoe. YOLO. Daaf, we gaan er gewoon naartoe. Een magilator. Meneer, je bent nog niet uitgevonden. Je bent veel te snel. En ik ben de iator, man. Wacht eventjes. Heb jij de ventilator uitgevonden? Hier, daar staat copyright op, hoor. Ik heb patent geclaimd op die ventilator van mij. Dus, Dat die... ventilator. Ik weet niet of er heel veel van die Phineas en Ferb fans zijn, maar echt serieus. Is er een aflevering waarin Dovin Schmidt over een ventilator begint? Nee. Dat is zo'n gemiste kans. Dat is echt een gemiste kans. Ja, inderdaad. Dat wel, ja. Oh, geniaal. Alright, you got an Ekans. Nee, goh, ik heb er nog maar. Heb je nog steeds een shiny niet? De Magilator? Nee. Oh ja, de eerste aflevering. Hoeveel heb ik al ondertussen? 121. Maar ik ga even stoppen met gooien, want ik heb bijna geen balls meer. The balls are a nerd. Ja. Balls, a nerd. Ik heb only 2 great balls. De Forest Temple met originele muziek best wel mooi hoor. Dat vind ik heerlijk. Ik hou van die mysterieusheid. Ik vind het echt jammer dat we... Misschien zit hij in de Spirit Temple, maar we zijn hem nog niet tegengekomen, die muziek. Ja, op zich zou die wel een goede zijn in de Spirit Temple op zich, dus... Ja. Kan niet heel erg kwaad. Ja, al ben ik iets meer fan als het van de Spirit Temple muziek, maar... Dat... Ja, ik ook. Gewoon dat hele gebeuren, wat daar allemaal gebeurt, die event dat allemaal gebeurt, dat vind ik wel passend de muziek hebben. Maar goed, Super Mario Player. Ja? Hoe werkt het dan met die ads en bits? Ads en bits? Ja. Ja, volgens mij kun je filmpjes kijken om bits te krijgen. Ja, ik ga het lekker uitleggen terwijl ik er geen verstand van heb. Vind ik leuk. Nee, je hebt zeg maar de optie op Twitch dat je dan op de bits-ico klikt. En dan kun je ontvang bits doen. En dan kun je reclame kijken of ontvang 5 of meer bits voor het bekijken van korte reclames. En dan kun je dan bepaald hoeveelheid doen natuurlijk. Ja, je kunt maar volgens mij zoveel keer per dag doen. Ik weet het nog niet helemaal. Ik heb het nog veel gebruikt, maar vroeger was het 2 bits per reclame. 2 bits per reclame? Dan moet je heel veel reclames kijken. Ja, precies. Nou, ik koop ze meestal wel met Google Play Cards, maar... Oh, dat kun je doen. Ja. Ja, ik weet nog niet precies wat het inhoudt. Ik weet dat het een soort van supporter is naar een kanaal toe, dus. Ja, bits zijn gewoon een donatie, maar dat reclame kijken is alleen maar voor echt als je Twitch-partner bent. Reclame kijken is echt als je Twitch-partner bent? Nee, als je reclame kijkt, als je bijvoorbeeld een kanaal binnenkomt en je bent niet geabonneerd op degene, dan krijg je reclame te zien. Dan krijg je een paar cent of zo ervan. Dat is dat je met YouTube... Maar ja, dat is inderdaad als je partner bent. Nou, ik heb inderdaad gezien wat ik nodig heb voor partner en dat is wel heel erg veel. Dus daar denk ik echt van, als ik partner zou willen worden, dan zou ik echt Engels moeten gaan doen. Ja, sowieso. Ja, Nederlands zou ook wel kunnen hoor. Er zijn ook Nederlandse partners, gewoon. Wie weet, misschien groeien we wel. Ik bedoel, we zijn pas met dat
affiliate programma begonnen, dus... Alle kanalen beginnen met affiliators, op zich. We zien het van eigens wel, jongens. Het belangrijkste nogmaals vind ik dat jullie het gezellig vinden. En ik heb het ook gezellig. Al heb ik het nu best wel warm met mijn Eevee hoodie aan. Maar ik voel me nou een stuk veiliger en beschermd. Ik gebruik gewoon Protect. Goeie. Nee, maar goed, affiliate of partner, dat is bijna geen verschil. Of kaas of vlees. Partner is dat je al eens een mooie vinkje hebt en je hebt iets meer emotes. Ja, dat is partner. Ja, nou, die emotes, daar gaat het me om. Doordat als iemand geabonneerd is, dat ze inderdaad wat meer emoticons kunnen gebruiken. Nou, in principe zou je als je, hoe noem je dat, Frankerface hebt, dan zou je custom emotes voor je kanaal kunnen maken die je alleen in deze chat kan gebruiken. Frankenface? Frankerface. Dat is zo'n Twitch add-on en daar kun je zeg maar eigen emoticons inzetten. Daar heb je geen subscribers voor nodig. Oh, wacht eens heel eventjes. Hier hebben wij ook nog een sleutel voor nodig, dus we zitten vast. We kunnen niet verder, want daar hebben we ook nog een sleutel voor nodig. Toch niet? Ah, ja, die kamer, ja. Dat is die kamer voor die laatste Po. Ja, dan kunnen we de Spirit Temple in. Ja, en ook GTG. Op de training. Nee, die kunnen we nog niet, want daar missen we nog één sleutel. Oh ja, dat klopt. Ja, we missen nog één zo'n weirdo. Want we hebben daar al twee van die gasten hebben we al bevrijd, inderdaad. Maar die andere twee die zitten nog achter slot en grendel. We hebben maar één sleutel, dus we kunnen maar eentje bevrijden. En die snol die geeft je pas de pick-up, wat normaal gesproken dat papiertje is, als je ze alle vier bevrijd hebt. Klopt. Ja, daar gaan we dus niet doen meer mee. Daar gaan we niet aan beginnen. Dat is een te groot gedoe. Ja, dat is ook weer zo, ja. Plus als we de optie hebben tot mensen mij een hartverzakking kunnen geven, dan vind ik het ook wel zat. Die 666 van mij komt nog. Nee. Als je offline bent dan. Als ik even koffie aan het maken ben of zoiets. Ja, precies, ja. Als je gewoon aardig klaar bent. Ik heb alleen. Nee, of je komt dan net terug met die koffie van zijn vriend. Oh, wacht eventjes. We moeten heel eventjes eerst eventjes langs de Gay Fairy. Oh, en dit natuurlijk. Yay. Wat was het? Weer een houten schild. Nou, nice. Ja, inderdaad. Ondertussen kunnen we zelf zo'n houten schild salesman worden. Ja, inderdaad. You have met the terrible fate, haven't you? Het is dan wel jammer dat het niet zoals Brett had waar dat hij meer schild hebt. Nee, you have met the terrible fate. Wat is mijn terrible fate streamen nou tegenwoordig? Nee, Mume, dat lijkt mij ook niet helemaal handig, dus dat gaan we zeker niet doen. Spirit Temple, die hebben we inderdaad al. Dat is de Great Fairy Fountain muziek. Yay! Plus erbij, Frankenface werkt niet op mobiel, dus dat is ook nog... Nee, daarom gaan we dat ook niet doen. Nee, maar het was een optie, dus meer niet. Wauw! Bloopy? You called it. Nice! Goed gedaan. Ja, ik hoorde trut en een geroepie geluid, dus ja. A bloepie? Ja, ik hoor heel zachtjes het achtergrondgeluid. You put it in a bloepie? It's a bloepie. You get the bloepie, he get the bloepie. Bloepie, 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 bloepie. Gewoon omdat je met die beesten achtervolg wordt, die groene beesten. Ja, Discord die pakt heel snel, dat vind ik weer het fijne. Skype die filtert dat er heel goed uit en Discord absoluut niet. Nee, dat is een beetje jammer. Maar het voordeel van Skype is wel, je kan nu volgens mij desktop geluid delen. Dat kan inderdaad ook op Skype, ja. Dat is wel heel erg handig, als je bijvoorbeeld zoiets als dit aan het doen bent. Zo leuk nu zelf de kijkers van... Wat heb je ervaring hebben dankzij stream delay? Feel our pain, Super Mario player! Ik ken jullie pijn. You know how we feel. Little rough, don't you think? How fell you? Klap op je. Oh, van wie was dat nou weer? Little rough, don't you think? Wie was dat nou? Oh mijn god, ben je dat echt vergeten? Yeah. I have one very important question. You got a smoke? Oh, kerel, Lewis. Hey! Dude!
Dude. Ik kende dat zinnetje, maar ik kon de percentage niet voor mijn hoofd houden. Mario player? Ja. A little rough, don't you think? Perfect. The big cheese. What? Boink, boink. Ja, met hoverboot zou ik dit zeker niet kunnen gaan halen, maar ik weet dat we dit kunnen kazen met de hookshot, dus. Leon! Nog meer kaas voor jou. Adios, amigo. Oh, je moet alleen wel de goede angle hebben. No, that was not meant to happen. That Lewis. That Lewis. Rip. Slaan, weet jij misschien waar de slaafcentrifuge is? Oh, joepie, we kunnen Vulvagia verslaan. Die is vaag. Heel vaag. Yay. Maar ik durf Resident Evil niet te spelen. Ah. Oh. Maar Resident Evil 4... Ah, kom op. Resident Evil 4. 4 is niet zo erg. 6, 5 en 6 vind ik wel echt creepy. 7 is creepy. Ja. Maar 5 en 6 ook wel, hoor. Ja, 4 heeft wel wat creepy momenten. Met die beest op dat eiland. Die vind ik echt... Die heigers, je bent al... Die vind ik echt creepy. Die vind ik zo creepy. Ja, welke bedoel je? Die met die spijkers of die andere? Nee, die andere. Je weet wel, let's all go out for some chocolate milkshakes. Ja. Sure! No! Die. Shiny Ekans! Nice! Shiny Ekans! Shiny Ekans, jou ga ik direct vangen. Woe! Dat mocht even duren. Yay! Nice. Ik heb nog wel wat kaas hoor, zegt Daaf. Nice. Vang hem! Shiny Ekans. La 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 la! Hier met die Pokémon. Nee! Mijn! De 127ste. WC-papier! Yay! I don't like. Nee, die negeer ik ook gewoon. You like. Oh god, ik had het niet moeten zeggen. So, you like? No. I like. But do you like a rock? Oh, nice. Is dit hem? Wat is mijn shiny? Er komt er ook eentje volgens mij uit de lucht vallen. Kom zomaar uit de lucht vallen. Ja, random like. Efficiënt spinnen! Spam spin! Spin attack! It's very effective. Beetje ruik vind je niet? Slecht. Oh, zo zijn we al heel vaak bezig, gewoon in het Nederlands ook. Echt heel slecht. Ja. Het spijt me, Leon. Zeg me nou niet dat je ooit niet in een keertje een vervelende vlieg neer hebt gemapt. Oh, god. Ja, we went there. Als je alles inderdaad zo letterlijk gaat vertalen, klinkt alles zo slecht. Ah, perfect. De grote kaas. De grote kaas. De grote kaas. Ik weet dat er nog eentje leeft, dat is het probleem. Ah, we hebben hem. Mooi. Zo. Hij is neer. Ik vind het even genoeg geweest met Let's Go. Ik heb de shiny, dus ik ben tevreden. Ja, Let's Go. Ja. Ik ga gewoon kijken hoe het gaat met stream. Ja, ik blijf en pas wel op de auto. Ik wil geen parkeertickets. Ja. Yes. Parkeerbonnen. Succes! Ben je make-up vergeten of zo? Niet die kant op, cowboy! Iets verderop is het dorp. Oh, fijn, watertempel. Excuseer mij, meneer. Ik zal alleen maar niet vertalen wat die zombie zeggen, dat is een goochel. Het is namelijk Spaans. Oh, je bedoelt die travestiet moet ik zien. Daar kwam Erwin mee. Sorry voor mijn taalgebruik, maar daar kwam Erwin mee. Ik heb in een deuk gelegen. Ik wil koffie. Sorry. Ik wil koffie. Dat was toch dat ene beest met die hamer, Thor? Och, je hebt er zoveel van die geluiden, joh. Ik vind het wel komisch. Maar alleen vind ik op het eiland vind ik de geluiden wel heel erg... Wat vind je met die geluiden? Op het eiland vind ik de geluidseffecten van de zombies niet meer zo. Dan is het alleen maar...
Maar daar is volgens mij iedereen het over eens dat vanaf het eiland wordt het gewoon... De enigste dat leuk is wat er nog op de eiland is, dat is gewoon echt Mike. Ah, ik vind het laboratorium nog wel. Nee, Mike! Ja, en Mike. Mike! Dat sorry, ik bad traffic, I'll cover you. Maar die hele battlefield daar, dat iedereen ineens pistolen heeft en minigun en weet ik het. Blech. Die zombies met die zombies, dat is gewoon... die zombies met die zombies? Ja, die zombies met die zombies. Ja, die zombies met die zombies. Die wapens is gewoon... dat hoort er niet bij. Die zombies met die zombies? Ja, die zombies met die zombies met die wapens. Met die zombies? Ja. Beetje ruikend. Maar inderdaad, die heigers zijn nog wel... Oké, dat is enige... Oké, dat klonk heel fout, sorry. Ja, dat klonk echt te fout. Vooral als je een headset op hebt. Ja, dat is leuk. Pas erop of ik doe krapnagel na, dat klinkt wel helemaal fout. Oh, doe jij nou maar een keer krapnagel na? Oh, doe jij maar een keertje dat krapnagel na, doe jongetje. Ja. Oh, wacht nou wel eventjes. Ik steek deze torches even aan, dan komt er een kool en dan komt er een kistje. Oh, wat zou er in dit kistje zitten? Ja, niet er wel weten, want ik ga lachen als ik op je man. Oh, ja. Mmm, lekker walnoot. Zo, de knijters. Sorry. Fout. Oh, fout. Nogmaals. Oh, nou, zo zijn we echt wel eens hele gesprekken met elkaar. Jongens toch? Ja, dat waren voorheen ook. Ik weet het, sorry. Ik hoor dit de hele dag. Ja, dat, weet je wat het probleem is? Mijn zus die heeft het daar echt daadwerkelijk over mijn zwager. Oh god. Ja. En dankzij mijn zwager ben ik dus op de krapnagelstem weer gekomen en heb ik hem dus ook inderdaad in sommige video's toegepast. Dus nog nooit zo goed getimede walnoot. Nee, inderdaad. Vind je dat goed getimede walnoot? Oh, wacht, dat vraagt om... Voila. Oh, wauw, hij heeft daar ook nog een emo voor, dus wauw. Je weet toch dat ik geabonneerd ben op een Zelda-runner? Ja, dat vertel je. Die is deze onzin begonnen. Nee. Dankjewel zwaar van Sushi Chen. Shout-out naar jou. Beetje ruig vind je niet. Trouwens, ik hoor nu pas de muziek. Ja, daar heb ik eigenlijk ook niet aan zitten te denken. Wauw. Kak, Kakariko Village. Is dit volwassen Kakariko of jong Kakariko? Wacht, ik ga even luisteren. Ja, er zit ook nog een verschil in, inderdaad. Beetje ruig vind je niet. Ah ja, één voordeel, we kunnen nu als Adult Link kunnen we het hele Young Link gebied kunnen we eigenlijk door. Nee. En dat kost ons geen enkele sleutel. Nee? Dat is goed. Nee, want hoezo? Hier heb je namelijk die twee kistjes. Ja, dit is de centrale kamer, dat weet ik. Ja, hier zitten twee kistjes. Mm-hmm. Als we hier naar beneden zouden vallen, dan kom je bij die deur uit, zeg maar, die op slot zit. Nou, en daar zitten een paar kistjes. Ja, en daar zitten een paar kistjes. Die kunnen we nog wel als Young Link doen. Want als Young Link willen we hier nog sowieso komen. In verband met tot we dus de kistjes daar nog kunnen doen. En we kunnen nog een zaadje planten om bij de Piece of Heart later te kunnen komen. En je kunt toch nog de song leren van als je erin en eruit loopt? Nee, dat hebben we al gedaan als adult. Want oorspronkelijk krijg je die als adult, maar het werkt ook als kind. Oh, serieus? Oh, dat wist ik niet eens. Ik dacht dat alleen als kind werkte. Nee. Of Nee, daarom kregen wij dus die wooden shield toen we naar buiten liepen. Ah ja, natuurlijk. Oh, stom van mij zeg. Boe! Yay! Komt hij aan hoor. Ja. Wacht, is dat niet OG? Niet OG, zeg maar. Nou, het is niet OG, maar ik vind het gewoon stom dat als je hier een sleutel vindt van een tempel die al in de tempel waar dat je zit. Dat is gewoon boe. Maakt niet uit of het daar oorspronkelijk in hoort te zitten. We hebben Key Sanity voor een reden. Slogan van zaterdag. Lekkere walnoot. Lekkere. Oh, oké. Okay, vooruit dan. Oké, dan. Wacht heel eventjes. Ik doe heel eventjes dit heel over openmaken. Speciaal voor Daniel. De slogan van deze zaterdag. Lekkere walnoot. Ik stoot zomaar even tegen mijn microfoontje. Boomerang. Jezus. Jezus, man. Dat doe je toch niet? Nee, man. Wat is het voor zaad, Erdag? Ja, man.
Zaterdag. Nee. Nee? Ja, hallo. Ook. Precies die. Jezus, Steve. Nee, jij bent mijn zus. Ik ben niet je zus. Wauw. Oké dan. Het niveau daalt. Wie heeft er een schep? Was het niveau gedaald dan? Ik dacht dat we de hele tijd op dit niveau zaten. Zoiets? Politiek correctie. Zoiets? Ja, zoiets, ja. Dit wordt een zware tweede kerstdag. Good luck. Ja, dat weten jullie niet, maar jullie kunnen inderdaad gewoon van deze livestream wegklikken. Mijn zus die zit erop geschikt met mij de tweede kerstdag. Oh boy. Zijn wij ook uitgenodigd? Beetje ruig. Kom maar gewoon. Nou, je nodigt jezelf al uit eigenlijk, dus... Ik zou gewoon voor je durven, Deurie. Hoe lang ben je nu al aan het streamen? Veel te lang, I don't care. Hoe laat zijn we begonnen? 4 uur? 3 uur zelfs al. Oh, dan zijn we al 5 uur aan het streamen. Zijn we pas 5 uur aan het streamen, jongens. Ik zal zo kunnen kijken. Nou, we zijn ook een paar keer offline gegaan in verband met dat ik dus een nieuwe setup heb gedaan. Hoe doe ik dit nou weg? Oh, ja. Je bent ondertussen al in de parkeergarage beland. Zo erg is het. 3 uur 38 heb ik hier op mijn BTTV. Ja, maar dat is de ene. Hè. We hebben ook nog wel ook wat knips tussendoor gehad. Of ja, want ik ben ook heel eventjes live geweest met Minecraft nog. En dat was rond 3 uur. Ja. Oh ja, dan loop je al in het totaal van 5 uur of zo. Ik ga die stomme rupees niet collecten, serieus. Ja, die zijn echt stom, ja. Gewoon ja, maar ik bedoel, ik heb hier fire arrows. Daarom. Gewoon fire arrows. Maar je moet het wel doen, toch? Nee. Om de deur te openen? Nee, de deur die gaat open met die zon. Oh ja. Waar zijn die rubies voor dan? Voor een vlammetje aan te krijgen, waardoor dat je de toortjes aan kan steken met het stokje. Oh wauw. Dat ene vlammetje van die toorts die daar achter die zonneblok staat. Ja, oké, okay, het kistje was het al niet waard aan die van me. Maar hoezo ben ik in de parkeergarage? Mijn reactie als ik MMM walnoten hoor. Burn it, burn it. Till it's dead and keep burning. Wat? Hè? Hoe? Wat? Waar? Die referentie ken ik ook niet. Nee, ik ook niet. Het enige wat ik weet van walnoten is van op het moment bij Sint Maarten en je komt bij Mumen krijg je walnoten. Ja. Serieus? Ja. Wauw. Dus kom je daar helemaal naartoe en dan krijg je walnoten. Nee, we hebben ook nog eventjes Minecraft gedaan, maar dan op een andere server. Ja. Daarna zijn we eigenlijk inderdaad gelijk aan guest hunten. Ja, nee, dat kwam toen jij 2,50 ging doneren van, hey, kijk eens, je kunt het ook voor elkaar krijgen. Alsjeblieft. Nou ja, het is wel inderdaad een hele grote upgrade, want het kan heel makkelijk nou van console game switchen. En dat hebben jullie gezien, hoe snel dat er nou gaat. Dat gaat zo soepel. Ja, inderdaad. En dan ga je tegen mij zeggen, en nou weg. Nou. Ik heb niet gezegd tegen jou, en nou weg, dan ben ik boos op jou. Ja, waarom? Omdat je me toch werk hebt gegeven. Ja, maar nu ben je me dankbaar. Je weet ook niet wat je wil. Nee, dat weet ik ook niet. Je hebt nog steeds niet die discussinator uitgevonden. Nee, die ga ik voorlopig ook niet uitvinden op deze manier. Zomaar! Nou ben ik weer boos op je. Vind je het te veel werk, ja? Oh, probeer me te slaan. Ah, dat is jammer. Ja, maar als ik het nou niet doe op Sint Staarten. Ha? Jee, beetje, nee, don't leave us! Dat is een beetje ruik, vind je niet? Hè? Ze willen echt dat wij weer terug naar die forestempel gaan. Yup, dat wordt de forestempel. Een beetje ruik, vind je niet? Ik ga hem weer. Nee, want dan krijg je gewoon het ook echt voor die staart. Hoe ging dat nummer eigenlijk weer? Hoe ging dat nummer van Sint Maarten ook alweer? Sint Maarten, de koeien hebben staarten. Ik heb wel 3 koningen. De meiden hebben rokken aan dakken Sint Maarten, zoiets was het. Maar is dat voor een onzin nummer? Ik ben nog nooit opgegroeid met Sint Maarten. Nee, ik ook niet. Wij zongen altijd Sint Maarten, maar mijn moeder is dikzak. Dat zongen wij altijd. Mijn vader is een deuntje, geef me een pepermuntje. Ja, inderdaad, je stinkt uit je mel. Hier heb je je pepermuntje. Zo zou ik dan antwoorden. Little ruik vind je niet. Beetje ruik vind je niet, inderdaad. Ik heb hem nog nooit gehoord. Jammer genoeg. En toen kwam ineens KUD ermee aan en die hebben het toen van ons genakt. Wij waren eerder.
Copyright. Ja, eigenlijk moet ik ze aanklagen. Ja, doe. Nee, grapje. De casie is alleen maar mogelijk op het moment dat je de hoverboots hebt en de longshot. En dan moet je het heel goed timen. Dat is de enigste kaas die ik ken. Werkt dat serieus? Kun je van de ene kant serieus naar de andere kant komen? Ja. Goh. Ja, het kan wel, maar het is wel heel moeilijk. Het is een hele lastige kaas. Volgens mij is dat ook niet nodig, volgens mij tijdens... Of wel? Nee. Dus je hebt het nog nooit gehad, dat je dat moest doen. Nee, inderdaad. Het enige wat ik wel weet is, we kunnen hier nu niet echt meer heel ver in komen. Nou ja, we kunnen wel iets doen, maar we hebben een Mirror Shield helaas niet. En daar baal ik van. Zo, ik praat in één keer als een announcer. Ik weet niet hoezo, maar in één keer. En wat kun je dat toch goed? Zo lijkt er als op die beesten werken. Waarschijnlijk wel, maar waarom zou je dat doen als Fire Arrows ze ook al one-shotten? Omdat light arrows gewoon cool zijn, dat grapje. En dubbel MP kosten. Misschien gaan ze wel dood in one hit. Oh nee, ze gaan dus. Nou, we hebben de sleutels, dus het voordeel is wel, ook al hebben we de light arrow, of de... Wacht, kun je niet? Nee, dat kun je niet met de light arrows, hè? Die zonnetjes activeren. Jawel, dat kan wel. Kan dat hier wel? Volgens mij kan dat wel, ja. Zeker weten? Is dat niet een mechanic die alleen maar in de... Is dat niet alleen maar een... Zo, dat was lief. Is dat niet een mechanic die je alleen maar kan doen op het moment dat... Volgens mij kun je hem altijd gebruiken. Volgens mij was dat echt alleen maar een mechanic die je had alleen maar in... Majora's Mask. We kunnen het proberen. Ja. Ik kom ooit een keer een walnoot bij jou halen, op zit Maarten. Dat hangt op zich een zonnetje daarachter. Nou, ik heb hier sowieso eerst twee kistjes die onzichtbaar zijn. Zit daar de Mirror Shield in. Haha. Ik lach me kapot. Nou, we hebben wel in ieder geval een piece of... Piece of heart? En een hard container! Nice, veel liefde in deze gang. Voel de liefde! Wacht, hebben we nou serieus gewoon... Wacht. Ja, 15 hartjes, jemig. Word eens wakker, ja, gek. Hoppakee. Ik doe jou pijn, want jij bent traag. Ah, ik mis. Hey, ik ben van harte welkom bij je mee. Ik doe deze beesten tegenwoordig alleen maar crouchstabben. Ik moet nog steeds denken wat ik eigenlijk doe mijn eerste kerstdag. Daar heb ik nog steeds geen plannen voor. Erg is dat, hè? Oh. Nou, het probleem is, normaal gesproken ben ik altijd gewend dat ik mijn eerste kerstdag moet werken. En dat is dus niet het geval. Ah, beter, hè? Wauw, dat was een dubbel hit. Ik hoorde hem. Snoep? Nice. Eerste kerstdag bij Mume, nee. Nee, ik... Voor walnoten! Wij doen altijd hetzelfde met kerstdag. Hè? Kerststream? Wij doen altijd hetzelfde... Kerststream? Nee. In kerststream. Nee, wij hebben altijd, zeg maar, met tweede kerstdag gaan we altijd naar familie. Ja, dat is logisch. Nou, en tweede kerstdag, dan ga ik eerst langs mijn moeder ga ik gezellig op bezoek. En dan tweede kerstdag in de avond ga ik, naar mijn zus toe. Mm-hmm. Ah ja. Ja, ik had de eerste kerstdag naar mijn vader. En dan de tweede kerstdag naar mijn moeder. Maar goed, we gaan eventjes de light arrow-tactiek gebruiken. En we hebben een sleutel van de watertempel. Alweer één, ja. Maar bij de watertempel kunnen we dadelijk bijna niks meer doen in verband met... We hebben ook de longshot nog niet. Helaas, Zo te zien werkt het niet. Nee, werkt het niet. Nee, dat is echt een Majora's Mask thingy. Ah, jammer. Wel raar eigenlijk. Ja, je zou het verwachten. Ja. Beetje ruik. Ja, want weet je, het is gewoon licht, dus... Maar geen zorgen, we kunnen gewoon, er is kaas. Want we hebben de sleutels hebben we al, dus we kunnen gewoon door. We hebben nou niet een shield nodig, we kunnen gewoon nog een stuk verder. Het enige is, we kunnen niet naar de final boss toe, omdat we hebben geen mirror shield. Ja, en ook al zou je naartoe kunnen, je zou hem niet kunnen verslaan. Nee, daarom dus. Maar er zijn nog heel veel kistjes die we kunnen pakken. Vergeet de bommen niet. Welke bommen? Die je net pakte. Oh. Ja. Maar ik vind het nog wel grappige muziek, Kakariko Village muziek in Sperentempel. Hey, wacht. Je bent welkom hier, hoor. Ik zou waarschijnlijk uitgenodigd worden door een netje, maar ze heeft nooit gevraagd, dus ik heb geen kerstplannen. Oh, dat lijkt me eigenlijk wel een keertje leuk om bij jou kerst te vieren, eerlijk gezegd. Ik weet niet wat we gaan doen, maar... Ja, maar nee, de longshot, man. Ja, anders kun je dit gewoon helemaal kaarten. Weet ik, daarom. Ik baal er altijd van. Ik heb het nooit hier als ik hier binnenkom. Heb ik nooit een longshot. So not fair. Doet als pijn. Je een longshot had, hè, dan kon je dit hele stuk gewoon skippen. Ik haat jou. Ik haat hem ook nu, ja. Yes. Ik kwik haat. Mimé, daar hou ik je nog wel even van op de hoogte. Dus geen zorgen.
Haatkweker. Zaadkweker? Op zaterdag? Nee, haatkweker. Hier zet je het weer, zaadkweker. Begin je nou zo met zaad te kweken, jongetje. Ja, maar ik ben heel goed in zaadkweken. Ik hou maar even wijs mijn mond. Ik snap nog steeds niet waarom dat jullie zaad een schunnig woord vinden. Come on. Nee! Het is gewoon wat er uit planten komt. Ja! Ja. Nou nee, eigenlijk worden daar planten van geboren. Ja, en als je het in de grond stelt, dan komt er een nieuwe plant uit. Ja! Niks mis mee. Gewoon diep genoeg graven. Ja. Hij komt echt niet meer bij, hij komt echt niet meer bij van het lachen als je het over zaad hebt. Ik weet niet wat het is, jongens, echt. Ja, maar je moet wel een goed kultje. Jongens, als het een schunnig woord is, dan zouden ze er geen dag naar hebben vernoemd. Ja, maar dat schreef je met een D. Ja, nou en! Je zegt nog steeds zaad, erdag. Maar niet op zo'n manier. We hebben de Bolero of Fire, hoera. Dan kunnen we weer in een noot. Waarschijnlijk willen ze echt dat we eventjes veel vage gozer killen. Ja, je hebt ook een andere naam voor, maar... laat maar. Ja, nee, dat vind ik een beetje te schunnig. Met die, met die zaadpraktijken van je. Ja, precies daarom. Maar er is nog één kistje wat we hier kunnen doen zonder dat we daar... Oh nee, die kunnen we niet doen, want daarvoor moet je... Nee, die kunnen we niet doen, een kistje hier. Daarvoor heb je ook de Mero Shield voor nodig. Darn. Dus we hebben de Mero Shield nodig, willen we hier verder. Oh ja, natuurlijk, want dan heb je dat dingetje voor... Ja. Je kunt hier niks mee. Nou ja, dan gaan we maar heel eventjes naar... We hebben de Bolero of Fire geleerd, dus dan gaan we maar even veel vaag, Ina. Zei ik nog, hè. Hey, ik zeg niks. Ik schaam me diep. Ik heb niks gezegd. Ik zeg het toch netjes. Ik zeg het niet. Ik schaam me diep. Ik schaam me diep. Sorry, jongens. Ik ga even voor de straf... Ik ga voor straf eventjes in het hoekje staan nu. Ik ben zo terug. Ja, jongens, allemaal even... Jullie hadden net allemaal je oren dicht, hè? Ja. Heel goed. We gaan weer verder. Edit het er wel eruit voor de YouTube. Nee. Dat is te laat. Hallo YouTube. Mag ik uit het hoekje nu? Nee. Ah, oh, Daniel, kom op. Guys. Die is wel heel erg flauw. Laten we dit een nette, gewoon een nette zaterdag houden. In net is zaad, al niet meer. Erdag. Mag ik eruit de hoek? Oké. Stoel! Nee, stoel neemt gewoon over. Blijf in de hoek. Hey, ik zie Ivy. Hoi, Ivy. We geven gewoon Ivy de controller. Nee, grapje. Pom, 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 pom. Pom 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 pom. La 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 la. Stil. Enough. Sleep. Nou, ondertussen met jullie support denk ik dat ik tot de vervanging van stoel snel zal gaan komen. Nee! Jawel. Dan wordt het een nieuwe stoel. Bedoel je stil of stoel? Nee, stil. Daaf staat stil, dus dat is stil. Met een of stil. Stil. Maar stil is stil. We weten ook trouwens nog steeds niet wat de blue... Ja, we weten ook nog steeds niet wat de blue tunic is. Als ik zou gokken, dan zou ik zeggen... Nee, je mag niet gokken, want als je het goed hebt, dan wil je mij een jumpscare geven. Paars. En gokken is slecht. Maar ik gok niet voor geld, dus... Is dat een Duitse stoel? Oef. Stoel! Die stoel? Stoelinator? De stoelinator! Ik ga mijn nieuwe ding maken. De stoelinator. Oh, je bent al bij het baas. Wat was dat? Oh mijn god, is dit onze baasmuziek? Serieus? Hyrule Field Wow. Yay! Hallo grote draakslag, wachtkees. Hallo eng beest wat zogenaamd eng moet zijn. En niet te vergeten, doe de jump aanval. Met de hamer. Yep, dat heb ik altijd al gedaan. Kan de stoelinator ook een stoel van... Nee, tuurlijk niet! Is het trouwens dat je ook bommen kan gooien in die gaten, dat die dan ook zo...
Dat hij dan wat? Dan wordt hij volgens mij ook geraakt, want hij heeft een hitbox in alle gaten voor mij zitten. Maar dat, ik weet niet hoe dat trucje precies werkt, maar... Nou, ik vind deze manier van casus vind ik ook al. Ik bedoel, serieus, je doet hem al een dubbele damage, waardoor dat hij al twee keer zo snel gaat. Ja, ik heb ook nog nooit moeite met deze in baas, ieder geval, maar... de chat heeft in ieder geval het mooi genegeerd verder. Dus we praten niet meer over waarvoor dat ik in de hoek moest gaan staan. Nee, daarom, dat scheelt weer. Wat kan de Stroolinator allemaal? Nou, de Stroolinator kan zelf op zich niet heel veel, maar hij kan wel goed gebruikt worden. Precies. Maar je moet hem wel goed gebruiken, want anders gaat hij kapot. Ja. En je moet ook geen zelfdestructieknop opzetten. Ja, maar allemaal één apparaat hebben een zelfdestructieknop, want dat is nou helemaal mijn ding. Echt, hè? Echt? Ja, zeker weten? Niet net, maar echt. Ja. Ik krijg hoofdpijn, Volvagia. Hoe gebruik je de Stroolinator? Ja, dat vind ik een goeie. Doe Schmidt, hoe gebruiken we de Stroolinator? Nou, je pakt de Stroolinator, je zet hem op de grond. Je moet hem wel goed op de grond zetten, anders heeft hij geen nut, dat kun je niet gebruiken. En dan zet je hem goed op de grond. En dan ga je erop zitten. Nou, zo gebruik je de Stroolinator. En als je er nou op gaat staan, ja, dat kan fout gaan, hè. Daniel, geen all caps. Ja, op zich weet je, ik snap ook wel dat het all caps is, maar... Het is natuurlijk wel zo'n harde uitspraak te doen. Ja. Ja, maar we hebben duidelijk ook in de chat staan, niet all caps. Ja, het kan beter met uitroeptekens dan of zo. Ja. Hij eet zijn eigen op. Oh, helemaal erachter, natuurlijk. Oh, net op tijd. Oef. Verstoppertje spelen. I won! Ik hoop dat deze item het waard is, want ik weet al, de medaille is het niet waard. Jeez, it sure was boring around here. Jeez. Cheese? 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 Cheese. Misschien moet ik al Casinator uitvinden. La la la, dit muziekje is nog steeds niet random. La 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 la. Mero Shield. Serieus? Nee. Maar het was wel de sleutel die we nodig hadden voor de Golden Riddle Fortress! Nice. Yay. Oh jongens, dit wordt lastig. Wat gaan we nu doen? Forest? We kunnen inderdaad een Forest Tempel doen, want daar hebben we twee sleutels van. Gewoon Forest, denk ik dan, of niet? Die kunnen we inderdaad wel heel eventjes nou klaar hebben dan. Maar dan zouden we gewoon naar de GTG kunnen gaan. Ja, precies. Dan eerst Forest, dan GTG. Just say my freaking name! Dat is. Ja, je beetje weet waar het over gaat. Oké. Er zijn ook nog een paar dingen die ik heel eventjes even kijken. Er is even één ding wat ik eerst eigenlijk wil doen nu. Wat dan? Trouwens, dat muziekje hebben wij nog niet. Nee, we gaan eerst naar de Forest Tempel. Nou, als Youngling kunnen we nou twee zaadjes plaatsen. Waardoor dat wij dus twee Pieces of Hearts te pakken kunnen krijgen. En kunnen we, eventjes nog de laatste kistjes in de Spirit Tempel te pakken krijgen als Youngling. Ja, op die manier. Maar we gaan wel eerst eventjes naar de Frost. De vorst. Nee, de vorst. Nice. De vorst. Ja, maar op zich wel. Ik vind het wel grappig, als je twee klinkers wegnaakt, maakt niet uit. Of je zegt gewoon frost, of je zegt gewoon vorst. Ja. Het is allebei koud. Ja. Klopt wel. Klopt wel. Oh, wat slecht. Heel slecht. Super slecht. Nee. Super slecht. Ja. Auw! Doei! Auw. Nee, gewoon doei. Ze hebben al auw. Ik heb ze ondertussen al zo vaak gekilled, daar word je gewoon moe van. Rottend. Nou. Laat Samson met rust. Ja, laat mij met rust! Morgertje! Morgertje! Oh, nou is je mond, ja. En laat ons dus met rust, hè. Ten eerste is het Alberto! En ten tweede is het ook Alberto! Nee, als je dat stemmetje doet, moet je hem wel een beetje zo doen, hoor! Ja, ik was een beetje stemmetje. Ik heb het zo leuk dat ik dat niet gezien heb, hè? Zo. Want ja, Samson en Gert is toevallig een van mijn specialiteiten. Ah, echt waar?
Oh nee, hè, dat ga je niet meenemen hoor. Ja, zoiets. Maar ja, Samson, je kan er ook niks aan doen. Nee, maar is dat altijd zo dan? Dag meneer Spaghetti! Ten eerste is het spaghetti. Wat? Wat? Huh? Hè? Wat zei ik nou? Ben ik weer? Spaghetti? Spaghetti? Hoezo nou weer spaghetti? Wat? Spaghetti. Spaghetti. Wacht eens heel even, jongens. Ja? Volgens mij kunnen we nog steeds de vorstempel niet helemaal uitspelen. Waarom niet? Omdat we hebben nou inderdaad deze sleutel die in die ene deur past. Ja. Maar als je dan alle spookjes hebt, heb je nog een sleutel nodig. Serieus? Waarvoor? De deur voor de boskie. Deur voor Polski. Je komt namelijk in die draaiende kamer. Ja. En daar zit ook een kistje. En daar zit de sleutel in. Mee. Ja. Oh ja, als je daar naar beneden valt in die chessroom, ja. Ja, maar we hebben wel wat kistjes die we nou kunnen doen, dus... Tja-tja-tja. Dat is goed, een tja-tja-tja, dat nummer, joh. Ja, ik moest kloppen, want de bel dit het niet. Nou, ik doe altijd bellen, want de klopper doet het niet, want daar ben ik te lui voor. Dag iedereen! Draak, wij doen niet glitchen. Dat is gewoon cheaten. Glitchen is taboe! Cheaten, dat doen we niet in deze setup. Nee, net zoals dit. Dit, hier heb ik gewoon geen zin in. Dus wat pakken we? Je pakt de vuurpijlen die je nog normaal gesproken niet hebt. Kun je de vuurpijlen niet hebben hiervoor? Nee, watertempel. Nee. Nou. Oh. Nee. Jawel, toch? Nee. Nee. Even denken. Je hebt de boog nodig om... Nee. Nee. Je hebt geen pantoffels nodig. Nee. Nee. Oh nee. Nee. Want je moet eerst de watertempel halen. Nee. En dat kan niet. Ja. Maar je kan die tempels toch... Nee. Nee, want waar krijg je de boog? Maar je kunt toch zeg maar de tempel uitgaan? Of... Nee. Ja, en dan? Dan kun je gewoon de watertempel toch doen? Nee. Nee. Want? Nee. Oh. Nee. Zit er geen kist achter die muur? Nee. Oh. Ga je nog iets anders zeggen dan nee? Nee. Nee. Kijk, kom hier bovenuit. Nee. Je weet wel waar Pierre nooit uitkomt. Ja. Oh ja. Dit glitchy dingetje, ja. Oh. Nee. Oh, jakkers. Ik heb een ekel aan deze kamer. Ja, ik ook. Ik heb een ekel aan de watertempel. Ik hou niet van water. Nee. Op zich, de watertempel is niet nee. Heel verkeerd. Nee. 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 Ik weet dat er wel ging vroeger ook altijd zo. Nee. Ja. Ja. Nee. Ja. Trouwens, is Kieke er ook nog? Ik kan zo kijken in de... Ja, doe jij eens even Kieke. Ik kijk even voor Kieke. Ja, Kieke is er. Dat is mijn grap. Kieke is er nog. Oké, dan ben ik nog steeds bang. Wie is deze naam dan? Ik zie een hele rare cijfergetalnaam gebeuren of zoiets. Aparte naam. Bij gebruikers, ja. Bovenaan. Ga je alleen nog maar nee zeggen? Nee. Nee. Hij is na 3569 in een halve minuut klaar met downloaden. Kan met Eevee gaan kijken en Nino wordt wakker. Nino! Nice. Iedereen heeft echt zoiets van, wat is een Nino? Dat is voor mij een weet en voor jullie een vraag. Nee hoor, voor mij is het ook een weet. Oh, deze puzzel. Oh ja. Ja, die valt wel mee. Ik kan wel janken. En ik doe het ook. Ah. Oh. Ik heb deze puzzel één keer gefaald. Huil dan. Janken, nee, grapje. Dus jank. Wat ben je, een man of een muis? Piep dan. Ik weet niet, van Kieke vind ik echt een geweldige kijker. Want hoe heette dat? Dat was een woord voor, hè? Dat je dus niet veel in de chat bent, maar wel kijkt. Lurken. Wie? Lurken. Maar het probleem is... Kiek heeft me al twee keer een hartverzakking gegeven.
Hij is gewoon de Slenderman. Je weet dat je het, het aanwakkert, hè? Nee, ik ben er nog van bewust dat hij er nog is. Dat is een heel groot verschil. Dus Kieken, nee. ik hou je in de gaten en je bent awesome. Maar ik hou je in de gaten, maar je bent ook awesome. Net zoals Daniel, die is ook awesome. Waarom? Omdat hij hier in de chat zit en zegt, hoezo dan? Omdat het kan. Ja, is gewoon gezellig. Zo, dat was een triple. Nieuw record. Suzy Chen is ook awesome, want hij zegt je moeder. Ja, maar wie is zijn moeder? Jouw moeder? Mijn moeder? Ja, je moeder. Ja, nee, jouw moeder. Nee, je moeder. Je moeder? Je moeder. Je moeder. Ja. Je moeder. Ja. Oh ja, jouw moeder. Is ook haar moeder. Huh? Jullie. Je bent daar aan het. Maar daar mag je gewoon een klikken. Yes, ik ben awesome. Ja. Iedereen is awesome. Je moeder. Is ja, die is ook awesome. Ja, dat weet ik niet. Ook echt tegelijk. Ja, die is ook awesome. Precies, ja. Je moeder wel. Hey man, welkom in de chat. Ik zie het al helemaal gebeuren, joh. Onze moeder. Dat poppetje er ook bij, geweldig. Dat zegt wel iets over jullie. Hey! Aan mij niet zo over mijn mamamske praten. Oké. Dit heeft me zo lang geduurd voordat ik hier de truc weer wist. Oh ja, deze ja. Nee, ik zag het. Nieuw record? Hoezo nieuw record, Daaf? Met 3 swings, dat was altijd 2. Serieus? Ja. Ik kreeg hem nooit vaker als 2 keer zonder dat hij zijn spinaanval deed. Ja. Want je mocht niet op hem blokken, toch? Ja. Di-d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 i. Jij bent echte. De echte spin volgens mij, of niet? Wat lijkt er nou zo? Ook. Ja, de echte die spint extra. Ja. En wat nog meer dan? Want hij zegt ook. Ja? Nee, voor mij was dat professor dus. Ook. Ja, professor ook zei ook. Ook? Oké. Okay. Nee, ook. Niet oké. Okay. Ook. Ah, maar ja, volgens mij... Tenminste... Wacht eventjes. Ja, volgens mij zat die deur daar toch... Nee. Die deur die zit niet dicht. Er zit gewoon alleen een hekje voor. Dus we kunnen wel heel de tempel finishen. Hier, dus komt hij aan met zijn... Nee. Kan niet. Ik ben echt dom. Mogen we daar de herhaling op? Nee. Ja. Nee. Alsjeblieft. Ik ben echt dom. Ik haat hun. Graag gedaan. Maar haat ook van jou. Ach, je moeder. Dank je. Graag gedaan. Ik weet niet of mijn moeder jou haat. Ik weet niet of mijn moeder... Ze vraagt er weer om, hoor. Je zegt nou dankjewel, jongetje. Niks zomaar. Zal ik jou eens even een walnoot cadeau geven? Ik zal mijn moeder eens even vragen wat ze vindt van Stevie. Wie? Ja, dat zou ik ook eens zeggen. Wie? volgens mij kent jouw moeder alleen Zelda-player. Nee, die kent ze ook niet. De mijne, ja. De mijne wel, ja. Nee, ze kent je wel. Oh. Voetbalstatistieken bijkijken. Lelijk? Wie noem jij je lelijk? Ik heb geen idee. Ik ga er nog niet eens naar vragen. Ze hebben wel een punt. Dat is geen komma. En ook geen uitroepteken. Van een punt kun je wel een uitroepteken maken. Nee. Oh, dat is echt evil. Nee. Op je absurde. Nee, dat gaan we niet doen. Oh my god. Carbonkels kunnen niet lezen. Schrijven. Hoeveel tokens hebben we ondertussen dan niet? Dat weet ik. Ik heb jouw moeder laatst nog gezien toen ik bij jou op bezoek was, Mumee, dus... Dat kan kloppen. Dat ook. Jawel! Nee, hou Kabonkel maar bij je. Het is goed. Ja, inderdaad. Maar goed, in ieder geval laten we eens heel eventjes naar... Ganondorf. De tering! Wie? Ja, wie denk je? Kieken! De laatste van het jaar. Kieken! Wij haten jou. Ik niet. Ik mag je. Ik mag je. Ik vind je aardig. Mijn stoelinator is bijna kapot gegaan.
mijn stoel inderdaad gevlogen door de lucht heen. Ik ga even water pakken. Totdat hij weer bij komt. Tot zo. En me lachen, hè? En me lachen, die kieken. Oh. La. Nee, de deurbel ging draak. Ik heb een Haakse deurbel. Die doet altijd tering. Zo'n deurbelgeluidje. Kieken! Dankjewel voor de support. Kieken is kicken. Nee. Ja, dat zeg ik niet. Dat is wat. Ja, ik weet dat het verzinnen zegt. Kieken is awesome. Oh. Je mag niet schelden. Ik scheld ook niet, dit is een Haagse deurbel. Serieus? Ja. Ja. Tering. Nooit van gehoord. Zo gaat de telefoon ook altijd. Tering. Oh ja, tering. Nee. Er zit een kleine vertraging aan. Ja. Pardon. Oh. Sorry. Maar één voordeel, ik heb wel het gifje gezien. Maar ik heb hem niet goed gezien, misschien wil ik hem nog... Dat is het voordeel ook, echt, serieus. Ik ga Dorky even nou verslaan. Ik ken het Dorky. Good luck. Dorky Kieken. Dat is 3 keer gewoon in 1 livestream. Wil je me dood hebben? Blijkbaar. Oh, jongens toch. Link delen? Ja, van de stream. Oh, okay, ik krijg echt dood hier. Ik doe dat meestal. Wat was het nu even vergeten? Haha! Nou, hij deed het wel op een perfecte timing tot ik inderdaad de bos... Ik ben blij dat hij niet tijdens de boss battle deed. Oh, dan had ik echt gelachen. Serieus. Ah, kijk hem lachen. Oh, dat doet gewoon 2 hartjes schade. Oeh. Oh ja, je moest toch naar zijn staf kijken? Staf! Ja, eentje is lichter volgens mij. Nee, eentje heeft zijn spikies. Ah. Ik haat deze stadium van de game altijd al, dus... Ja, omdat je net is wel met targeten en zo. Volgens mij is dat hem, ja. Dat is de echte. Zie? Maar ja, 3 keer is zat. Wow. Tennis! Met een empty bottle is het leuk. Sorry, maar daarvoor ben ik te geschokkeerd. Auw. Was er nog een jumpscare? Ja, er was nog een jumpscare. Heb je hem gemist? Ja. Wil je er nog één? Ja, of nee? Kijk, je weet wat je... Nee. Nee, grapje. Oh, die was raak. Nice. Ah, nou gaat hij ook zitten. Mooi, dan kunnen we tennissen. Oké, maar stond ook weer de tennis. Zolang ik maar niet in bed doe, vind ik het... Jongens, ik ben met een boss battle bezig! En je mist. Ja, maar in deze boss battle kun je toch met je ogen dicht? Nee, heb ik nooit gezegd! Je hebt... Met ISG misschien? Boss. Een potje tennissen, dat je zo geconcentreerd bent en dan dadelijk in één keer waaah hoort of zo. Inderdaad, ja. Als het even helemaal stil is, denk ik dan daaah. Ah, ja, JB'tje heeft eigenlijk het jumpscare geluidje gekozen. Ah, nice. Ja, we hebben het samen gekozen. Ik heb je er gewoon een paar toegestuurd. Nou, jij kwam met het juist omdat het enigste spel wat ik ooit heb gespeeld, wat een jumpscare had. Ja, wat een goede jumpscare had, laat ik het zo zeggen. Ja, maar dat is geen jumpscare geluid, laten we eerlijk wezen. Nee, is gewoon irritant. Dat is gewoon Jim Carrey die bijna... en doet. Ja. Dat potje tennis. Ho! Hi! Oh. Oh. Oh, die was raak. Yay! Kenne Dorkie is verslagen. Mijn telefoon trilt. Ja, maar Mimé, ik heb een hartverzakking gehad. Dat is mijn excuus. Dat komt door Kieken. Enorm bedankt nog trouwens, Kieken. 1-1.
1. Je krijgt een 1. Oh, ik heb trouwens deze nooit aangetogen. Weer een watertempel key. Oké, dan moeten we dus naar... Oh nee, we kunnen daar nog niet eens verder. Ja, we kunnen daar een klein stukje verder. We kunnen Darkling verslaan en alles. Dus. En we hebben de hoverboots, dus we kunnen heel veel kaas wat betreft de longshot. Oh ja. 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 Oh, ik weet niet of we alles kunnen kazen. Oh, we hebben de Shadow Temple dinges nou. Nee, dat is leuk. De Shadow Temple, hè? De Shadow Spirit dinges. Oh ja, dat. Ik zit er heel eventjes te denken, want we hebben nou de Forest-tempel hebben we dus nu helemaal gedaan. We kunnen weer terug naar de Watertempel. De Shadow-tempel missen we nog steeds die ene sleutel. Dan wordt het dus... We kunnen naar de Gerudo's. We kunnen GTG doen. We hebben 7 sleutels, dus we kunnen de Ice Arrows halen. De tweede quest. Of wat de Ice Arrows ook mogen zijn, inderdaad. Ja. Ik zou zeggen, laten we naar de Gerudo's gaan. Ik bedoel, waarom niet? Ja. 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 Ja, ik moet goed die neer om even langs die Gerudo's te gaan. Nee, wij doen het niet meer. Ik bedoel, we zijn al eerder daar langs geweest, dus lijkt me toch niet een verkeerd idee om er even langs te gaan. Er is een blinde persoon die deze game heeft uitgespeeld heeft, serieus? Ja, Mumei die zegt gewoon dat een blind persoon beter is dan ik. Daar komt het praktisch op neer. Zoiets? Kost hem 5 jaar voorbereiding en oefeningen, maar hij heeft de game letterlijk blind uitgespeeld. Nice! En ik speel hem nou voor de zoveelste keer en ik kom nog niet eens voorbij Ganon's bos zonder dood te, of zonder geraakt te worden. Ganon en his minions. He sees the island of Korra. Die! Korra, die! Or else you will die. Of anders zul jij sterven. Of anders, of anders, en stop. Oh, ik merk dat ik heb opname starten nooit ingedrukt, dus ik moet hem daar ook weer downloaden van, maakt niet uit. Moet ik mij wel eventjes herinneren. Ja. Moet ik wel een heel stuk uitknippen ook van de livestream, maar dat maakt niet uit. Hoe zien jullie glitches als cheats of gewoon leuk? Beide. Ik zie zelfs beide persoonlijk. Het ligt eraan wat voor glitches. Ja, misschien wel die bomhover en dat soort... Bomhover vind ik als cheaten. En je hebt ook Bolo Adventure. Ik weet niet of je dat kent. Nou, ik bedoel, sommige die noem ik gewoon echt kaas. Maar ken je Bolo Adventure? Hoe noem je dat? Reverse Bolo Adventure? Nee. Dan kun je zeg maar bijvoorbeeld een willekeurig item op de B-knop zetten. Ja, ja. Kun je bijvoorbeeld een potje met spinnen op B zetten of... De Big Goron Sword volgens mij een keer erop zetten. Bas! Erop zetten. Ja, ik zeg nog altijd Big Goron Sword is Bas. Ja, de Bas keer erop zetten dan. Maar dat is wel kazen. Oh, en je hebt beetje ook volgens mij Equip Swap. Dan kun je bijvoorbeeld Sticks gebruiken als dat hulp link. Dat is ook wel komisch. Ja, hoi. Ja. Hans! Wie? Ik verstond altijd, ik dacht altijd dat jij haat! Ik moet wel zeggen, als ik één kerstfilm zeker weer moet kijken dit jaar, en voordat iedereen gaat beginnen, oh, Home Alone. Ja, voordat ik mijn kerstfilm ga zeggen, ben ik benieuwd of jullie ook altijd elk jaar gewoon traditioneel de kerstfilm kijken die ik ieder jaar kijk. Was dat niet, Nee, ik wil gewoon eerst weten, welke kerstfilm kijken jullie altijd? Wij hebben niet echt een standaard kerstfilm die we kijken. Oh, dat was niet... Eigenlijk is het gewoon wat er op tv is, kijken wij. En dat was eerst heel vaak gewoon de alle Harry Potters, want die kwamen rond kerst altijd. Maar dat is geen kerstfilm! Nee, precies, wij kijken niet echt. En één kerstfilm altijd, elk jaar. Dus, boe! Boe! Ja, laat maar doe maar boeien. Ja, boe maar tegen mij, want ik kijk ook nooit kerstfilms. Boe! Oké, als ik er dan eentje moet kijken, de Polar Express. Ja, dat is een kerstfilm vooruit dan. Ik had nog wel laatst die ene film met kerstman gezien, met die Suzy, jij speelt vals, want je bent mijn zus! Die hard. Is dat een kerstfilm? Ja! En natuurlijk, frick you, it's Die Hard. Nee, dat is al heel lang een officiële kerstfilm.
Ja, bij mij is het gewoon echt, ik moet Die Hard altijd met Kerstmis zien. Dat is geen grapje, dat is echt serieus. Lol. Oké. Okay. Nou ja. Iets toch zijn film, of... Dat wist ik niet eens! Bullcrap! Leugens! Nee! Home Alone is zo'n standaard film. Ik vind Home Alone niet eens echt een hele leuke film of zo. Ik vind hem wel grappig, weet je wel. Maar ik bedoel echt serieus, als je ziet hoe dat die gozer er tegenwoordig uitziet. Echt, wat is er mis met hem? Maar... hij is laatst is hij nog in een aflevering van Angry Video Game Nerd terechtgekomen. Oh, echt waar? Ja! Cool. Dat ze weer de Home Alone games gingen spelen. Oh, cool. Je moet nog even gaan kijken dan. Stond ik ook van te kijken. Ik zat van, oh, oké, okay, het enige nadeel is van wel, weet je wel, het wordt te erg geadresseerd van tot het hem is. Oh, een beetje te. Ja, een beetje veel te. Te. Oké. Ja, dat is van, Mumei, help me eens eventjes. Hoe heette die ene nou ook alweer die awesome filmpjes maakt? Weet je wel, met die laserzwaard en met dat awesome reloaden. Hoe heette die? Was dat niet Corridor? Die heeft echt een geweldige GTA 5 video gemaakt. Echt geweldig. Volgens mij heet het kanaal Corridor. Volgens mij ga ik hier naar de verkeerde kant in. Of is het de goede? Nee, maar ja, bijna bij elke film hebben ze wel een game gemaakt. Nee, jullie zien me niet. Corridor Digital heet het blijkbaar. Corridor Digital. Corridor Digital. Zou jullie nou toch ook een film maken over The Legend of Zelda? Of was dat nou een rumor? Dat was 1 april grap. Oh. Nee, wij gaan al de pot spelen. Geloof me, dat wil je niet weten. Zijn er Home Alone games? Geloof me, maat, dat wil jij niet weten. Van elke spel, of inderdaad, elke film is er wel een game gemaakt voor. Ja, van Laughing Joking Them Nuts. Nee, als we nou echt een... De beste game company. Laughing Joking Them Nuts. Ik zit wel even te denken, kan ik hier een beetje kazen? Kan ik hier niet zo opspringen? Nee. Oh, shoot. Ai. Kom ik weer hier terecht en dan wil ik niet terechtkomen, want ik weet waar dat ene kistje zit. Oh, pak je de mooie roepjes niet. Oké. Zo, dat was echt close. Ja, het probleem is, dan moet ik weer helemaal zo gaan lopen. Ik weet welke deur dat het is, maar ik weet niet welke de andere route is. Kan ik het niet zo naar Kazen? Volgens mij kon ik er zo naar Kazen. Ik vind sowieso de training grounds vind ik sowieso al een van de meest irritante stukken van het spel. Volgens mij was hij hier. Waar? Hier! Nou, het is een hideout. Volgens mij was hij... Is dit hem? Hallo? Ja, dit is hem. Mooi. Hallo. Hier ook alweer kan klikken op deze muziek. Ja, inderdaad. Wat hoort hij normaal te spelen dan? Nou, wat krijgen we eigenlijk van jou? Pijlen, dankjewel. Echt, serieus, dat die kerel zo blij eruit kan lopen zonder gezien. Hij wel. Arrows. Nou, weet je wat, ik ga helemaal Eevee. We gaan zelfs de handschoenen aandoen. Speelt voor geen meter, maar we gaan het gewoon doen. Waarom niet? Ik zat in het hoekie. Komt door die grap die we net hebben gemaakt over die bos. Ja, precies. Oh, dit speelt voor geen meter. Daarom doen we dat ook. Dat is helemaal leuk. Nou, we hebben in ieder geval genoeg sleutels om al gelijk naar de ijs-arrows te kunnen. Dus dat gaan we als eerste gelijk doen. Zal wel grappig zijn als het OG zou zijn. Dat zou juist heel saai zijn, maar goed. Maar ook, of dat, nee, niet in die grote kist, maar deze... training ground. Ik vind ze sowieso nog altijd nutteloos. Heel die ice arrows. Ja, in dit spel zijn ze echt nutteloos, maar in MM zijn ze wel weer nuttig. Ja, maar daar zijn ze ook echt een dungeon item. Spoilers! Ja,
Pijlen! Yay! Ja, je hebt een pijl gebruikt. Dat is een boe volgens mij, want dat is OG. Oh, boe! Nou, we hebben wel weer een piece of fart, dat is niet OG. Nope. Serieus, als je dadelijk de 20 hartjes haalt, hè? Voor je het weet heb je nog maar 20 hartjes! Nou, volgens mij was echt 7 het minimum sleutels wat je nodig had om bij de grote kist in het midden te komen. Yep. Trouwens, jij had toch zo'n kamer op een gegeven moment waar je niet in wist hoe je dat moet... Wat? Zo'n kistje, hè? En daar hebben we de Sunsong. We hebben gewoon echt... Oh, wacht, ik ving het verkeerde aan. We hebben echt op één nummer na hebben we alle nummers. We hebben echt alle nuttige nummers. Het enige nummer wat we niet hebben is de zinloze. Welkom precies te zijn? Dat zie je boven mij. Dat is, ik ben heel flauw. De gele. Om naar de Temple of Time te komen. Zal de Temple of Time muziek, oh, ja. Bullet of Light. Jee, bomma. Geweldig kanaal, best veel leuke sketches en voornamelijk games met meestal veel humor en hele hoge productiewaarde. De GTA-video hebben ze zelf de actor van Trevor geregeld. Heb ik een bom-emote? Nee, jammer. Boom. We hebben een Eevee. Jongens, ik serieus, jullie zijn al... Ik heb nog in één keer de Eevee-emote gezien. Ik heb al 3 keer een hartverzakking gehad, maar ik heb de... Oh! Nice. Nou, dat scheelt. Dat is watertempel, of niet? Volgens mij... Oh nee, ik wou zeggen... Volgens mij heeft iemand een ice arrow op hem geschoten. You are frozen today. Hallo? 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 Waarom ben je weer wakker? Ze krijgen wel kramp van mijn kaken eigenlijk, als je dat te lang doet. Ja, dat snap ik. Dank je, Kieke! Maar jij moet hem nog 1 keer extra doen, want jij hebt me al 3 keer een hartverzakking gegeven deze livestream. En ik neem aan tot daar moet staan stevie.xc has stopped working. Maar ja, dat wordt geteld als een link. Ja. Yeah. Wat, hè? Wat was het als een link? Volgens mij wil Daniel heel graag naar de watertempel. Watertempel, 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 watertempel. Oké, wat is deze? Wat is deze? Wat? Oh, gold gauntlets, nice. Yay, het is nog nice. Net niet het is nog net niet rip game. Nee, volgens mij... We moeten nog 2 items. Even kijken. Er zijn nog 2 items shield. Die we nodig hebben. Ja, de wereldshield en... Ja? Laat hem maar even heel goed nadenken. Oh, het is een meisje. Ivini. Even kijken, ik ga fullscreen. Bogen. Ja, en de Boski natuurlijk nog, maar... Ja, dat. Of hebben we die al? Nee. Nee, okay. Ivini of kijk hoor, ik heb hier Mux, heb ik hier nog zitten. Heb ik hier er nog eentje? Nee, dat is Dommel. We hadden een hele mooie naam daar nog voor. Hoe heette die nog meer? Oh, 81 kamer, ik weet niet meer. Oh ja, Paulina. We hebben ook nog Paulina. Wie is Thanos? Ik heb geen idee. Ik ook niet. Ik ook niet. Maar ik wil weten dat ik dorst heb. Ik ook. Dat ik gewoon zo vaak in een... Nee? Alle 3 niet? Geen Ivini? Was hier niet nog een extra kistje? Mux. Ja, Evelyn is al... die, zo heet de mijne. Troela! Troela. Echt serieus, die krijgt gewoon. Die krijgt wat tweede kerstdag, echt serieus. Die krijgt een ram, wat zei je nou? Die krijgt een ram voor de rom! Tot ze via de modem in Frankrijk naar buiten komt! Draak, we gaan geen reclame maken voor anderen. Lees even de regels. Serieus jongens, lees niemand de regels meer tegenwoordig. Heeft echt zoiets van. Regels? Nee, die verbreken we gewoon. Ja. Staan er niet voor niks onder. Volgens mij krijg je dezelfde regels op het moment dat je de chat inkomt. Ja, ook nog eens een keer. Dus zo moeilijk moet het niet. Voordat je begint te chatten, krijg je dat sowieso al verplicht te zien.
de Avengers? Geen idee. Hoe moet ik dat weten? Backstab. Een hartje? Ja. Ik heb, de laatste keer heb ik namelijk ook een keer een naam gehad en dat was niet van de Avengers, dus dat was toen een andere YouTuber in één keer. Dus sorry Draak, maar daarom ben ik er wel een beetje voorzichtig mee. Want er werd er ook in één keer een naam gezegd en dat bleek toen in één keer een YouTuber te zijn. Een YouTuber die heel erg grof taalgebruik erin gooide overal. Ah, oh, dat is niet leuk. Die YouTubers vind ik gewoon... Waarom? Weet je, schelden maakt je kanaal niet leuker als dat je gezellig bent ofzo. Ik vind dat sowieso al niet kunnen, dat scheldpartij. Nee, ga dat dan lekker gewoon privé doen ofzo. Of gewoon niet schelden. Schelden, überhaupt. Nee, gewoon ja, helemaal niet. Ik vind dat je een keertje F of zo zegt, of een keertje KU. Ja, je weet wel. Ja, of in één keer per ongeluk dat over een hele foute draak hebt. Ja, dat. Dat kan bijvoorbeeld al wel, maar... Ja, maar sommige mensen schelden ook met dat andere woord. Ja, daar ben ik ook geen fan van. Ik neem aan dat het knikker bedoelt. Ja, dat ja. Wat, zijn knikkers nu ook al scheldwoorden? Ja. Dat zijn hele erg scheldwoorden. Ik snap niet dat dat wel zo'n scheldwoord. Oh nee, ik heb nog maar 25 seconden! Nee! No! Hallo. Oké, dit is een mooie screenshot. Wat? Oké. Wacht. Ik ga hem maken. Tosti. Ja, dat vind ik ook niet kunnen, Tosti. Bingo. Ik heb hem een screenshot. Heeft Decent het Android Free? Het wil be the end of all of us! Dat zal op zich wel een mooie thumbnail zijn. Sorry, ik moest wel eventjes Dragon Ball Z quote. Ik kon er niks aan doen. Kom mee. Nee! Heeft Decent het insert ding hier? Het wil be the end of all of us. No! Dat was luid. Rip buren. Dat de volgende chimpscare. Ach ja, waarom niet? Het zou wel komisch zijn als hij tegelijkertijd met een. Nou, dat is niet echt een jumpscare geluid, om heel eerlijk te zijn. Ik bedoel, serieus, dan hoor je dus echt bij 666 hoor je dan gewoon kaart een no. Dat is niet echt een jumpscare. Nee. Ja, bottom of the well boeit niet. Daar hebben we maar twee kistjes. Bottom of the well sleutels boeien niet. We hebben al 50 seconden, helaas. Geen Breath of the Wild meer. Maar, nee, ik heb geen Pikachu. Suzy Chen, dat is niet aardig. Suzy Chen, dat is gemeen. Ik ga dit nou niet leuk vinden. Ik praat nu spontaan als Evini. Dat is gemeen. Maar het is wel duidelijk wat ik gedaan. Zo, ik kan finally kick your punt. Punt. Serieus? Nu even wel. Nee, dat zijn leugens en dat weet je zelf ook. Dat is niet aardig. Ik ben nou een very sad Eevee. Ik stuur een troelen op je af. Mijn Eevee is sterker. One on one. Doe maar. Eevee level 5 tegen Eevee level 100. Kom maar. Ja. Ik haat deze likes. Ja, die zijn echt zo om elkaar gestapeld van... kom er maar eens even tussendoor. Kom je maar eens even dichterbij. Nou, mijn zus kennende heb ik medelijden met Troela. Oh. Ik pak haar gewoon terug. Karma. Of niet? Zoiets? Tada! Yay! Ik hoorde dat het een item was. Mimi is blij! Was oh, Karina. Het meest zinloze ding in het hele spel. Hey! Schub hem uit de kal? Nee, grapje. Prank. Nee, maar in randomizer is het niet echt bepaald. Wat? Je weet dat er een Mume in de chat zit, hè? En okay, een Stevie. Hij is hartstikke cool. Hij is cool. Pardon. Echt zo, nee hoor, niks. Haha, zoiets. Super Mario Player zit nu in de... in die andere chat. Ja, dat heeft Mime gedaan.
Daar is Mimé achteraan gegaan. En terecht. Hoe durft hij? Dus! Komt hij nog terug? Er zijn 3 plekjes open. Kaktus! Nou, dat vind ik altijd zo vervelend, er zit altijd kaktussen. Oh boy, niet weer. Ik haat dit stuk. Ik ben eruit. Je kunt er ook weer in, je kunt er gewoon zelf klikken! Ja. Zo moeilijk is het niet. Je gaat het af, Stevie, en dan ga je gewoon weer in livestream en je bent er weer bij. Ja. Adam, zie je wel. Niet zo moeilijk doen. Ja, je hebt ook kliklaminaat. De kliklaminator. Nee, grapje, die ook real time is wel hartstikke. Oh ja. Slijmbal. Je hebt even een paar harde klappen van Bumee ontvangen, zo te horen. Zoiets? Ja, zoiets, ja. Het is niet bepaald gameplay verop. Ook Pikachu heeft liefde nodig. Nee. Pikachu. Epona Song. Oh, waarom speel ik Epona Song? Ik ben... Omdat het een mooi nummer is. Dat is zo, dat is waar. Nou, ik durf nog niks te zeggen, hè. Oh, echt niet? Nee. Mooi. Mooi. Kom op, Pierre. La 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 la. Pierre! Wacht even, kan Pierre ik niet gewoon... Pierre is zo glitchy, dit spel. Ja, echt, hè. Weet je wat niet glitchy is? Koffie. Ja, maar ik heb geen koffie. Maar ik wil koffie. Dus ik zet... Ja, dat doe je goed, Mimé. In 2 mensen klik iemand overtuigd hoe goed ook wat net zei. Bam. Ja. Helemaal mee eens. Navi, echt serieus, ik word moe van je. Moet je echt helemaal omgelopen alleen maar omdat Navi geen zin heeft om te luisteren? Ja. In MM is Pierre echt wel verbeterd, vind ik. TNOT. Ja, maar het is hetzelfde. In de 3DS-versie werkt hij ook weer beter. Ja. Ja, ik krijg het hier echt niet voor elkaar. Nou ja, aan de andere kant, we moeten sowieso deze dingen ook nog halen, dus... Zoiets? Zoiets. Ik bedoel, we hebben nog maar 2 items nodig en dan is het Rip Game. De Bosky en de Mirror Shield. Ja. Wat zijn de requirements bij jou voor Ganon's Castle? De barriers. Ja. Oké. Okay. Als je de barriers neer kan halen en je kunt naar Ganon en je hebt die sleutels allemaal. You won! Dus je kunt in principe ook een seat hebben waarbij je binnen een uurtje al klaar kan zijn ofzo. Als je echt alle items tegelijkertijd krijgt, waardoor dat je dus alle barriers neer kan halen. Ja. Zo, dan heb je wel echt... Dat is wel heel geluk hebben, hoor. Ja, of je het geluk wil noemen... draak nu niet meer. Het is 9 uur, om 9 uur ga ik niet meer fluiten op Tokerina. Wel geschreeuwen, keihard schreeuwen, dat wel. Natuurlijk. Ja, maar dat is anders. Andere geluidskwaliteit. Wat was dit? Weer arrows. En een kistje. Ja, nou krijgen we al die random pick-up van de bloopies en zo. Oh ja. Boy. We hebben bijna alle... Ja, het kan zomaar zijn dat de laatste 2 items die we nodig hebben, we het als laatste krijgen. Kan. Ja, het is ergens in het dode zit ook een gat in het plafond voor een... Dat weet ik, alleen die heb ik dus nooit gevonden. Plus dan heb je meerdere sleutels nodig voor hier. Ja, hij zit volgens mij in de room van de Ice Arrow Kist zelf, volgens mij die... Ja, serieus? Waarom zou je dat dan... Dan moet je ergens zo'n hekje opklimmen. Nou ja, we kunnen daar ook wel heel eventjes kijken, want we komen dadelijk er toch weer langs, dus. Ja, voordat als je rando's kijkt, dan krijg je dit allemaal in het systeem. Nou, ik moet zeggen, ik heb al heel veel randomizers nou zelf gedaan en behoorlijk veel zelf complete.
Ja, wat is dat je zei van je moet niet in origineel game denken, maar in randomize termen, dan ga je wel... Ben ik echt heel veel randomize gaan kijken van die Engelse streamers en zo. Ik speel hem achter tevoren, jongen, sorry. Stevie, fluit eens op je ocarina, alsjeblieft. La la la. Ik speel op mijn ocarina. Ja. Op de Ocarina of Time nog wel. Zo, ja. U vraagt, wij doen. Helemaal gratis. Gelukkig wel, ja. Ik denk dat ik niet nog een donatie overleef. Nou, als dat zou zijn, dan zou het niet goed zijn. Je weet dat Kieke nog steeds in de... Ja, maar hij heeft gezegd de laatste. Of dat was gewoon een fake-out. Ik weet niet wat ik moet vertrouwen. Was het het laatste voor ons jaar of zijn jaar? Ja, maar het kan ook een leuke zijn. Ik zeg precies. Van, nee, nou hoef je er niet meer bang voor te zijn. Inderdaad, ja dan. Wie weet. De tijd zal het zijn. Ik vind het echt niet leuk. Zullen we het over een ander onderwerp hebben, jongens? Echt serieus. Goed idee. Schij uit, man. Ja, ik vind Spooky House Jumpscare ook geen leuke game. Nou, ik dacht heel eventjes van, oké, dan hebben we nog maar één item nodig, maar helaas. Oh. Oh, je weet het. Hier zit ook nog een kistje. Wacht even, ik doe even die belachelijke pantoffeltjes uit, hoor. Nou, laat die pantoffeltjes. Nee! Mooie pantoffeltjes. Nee! Ze zitten zo lekker warm om linksvoeten. Heel. Ik wou al eventjes de Lens of Truth eigenlijk hebben. Want hij zou hier kunnen zitten. Ja, er zit ergens zo'n gat in het plafond. Ja, maar waar? Vlak bij de kist zelf, dacht ik. Ja, bij welke kist dan? Die kist die boven zit, waar je nooit terecht kon komen. Yay! Wat, Brunoet? Waarschijnlijk iets compleet zinloos. Oh, zaadzak. Nice. Wat? Yes! Zaadzak tot zaterdag. La 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 la. Wat? Boe! Hey! Boe! Boe! Ja, ik heb nog een iets kleinere delay als Super Mario Play, want mijn spike vastgelopen is. Nu kunnen we eindelijk Bongo Bongo gaan bevechten met Ice Arrows. Nee, we hebben die sleutel nog steeds niet. Nee, maar als we dadelijk die sleutel hebben... Ja, die krijgen we niet. Nee, we gaan gewoon al gelijk die twee sleutels krijgen die we wel nodig hebben. Want die echt dat het zo cool is als je Bongo Bongo gaat bevechten met de Ice Arrows? Ja, je bent een bongo, je bent een bongo, je bent een bongo, je bent een bongo, je bent een bongo. Koffie! Ik wil koffie! Nou, ik heb koffie! Ja, ik heb koffie! Nou, is wel heel een koffie. Maar kijk, geen zorgen, je bent nog steeds awesome, geen zorgen. Oh, ja, ik heb nog een gevuld koffie. Lekker! Ja? Nice! Ik heb nog hier cheese onion liggen. Een cheese onion koekje. Nee, chips. You can't breathe underwater if you start choking, take off your boots! Dus, random onderwerpen op zaterdag. Wat is je favoriete chips, man? De chips van de dag? Niet op in. Hoezo niet? Het is gewoon een vraag. Kijk eens in de chat, wat is jullie favoriete chips? Oké, als het zo normaal is, waarom zit je dan zo te lachen? Met die kijkers van de Twitch, wat is jullie favoriete wandel? Ah, random. Ik snap het, omdat het randomize aan het spelen bent, ja. Oh, nee. Maar wat is jullie favoriete walnoot? Mijn favoriete walnoot is... Die van u mee. Deze. Wat? Wat zei jij? God, wat? Nee. Wat? Nee. Wat zei jij, je bitje? Nee. Nee, gewoon nee. Gewoon nee. Wat? Nee. Nee? Nee. Dat komt wel echt uit mijn mond. Ah! Nee! Laat maar! Godverdamme! Je beetje, waar is het mis mee jou?
Wat denken jullie aan? Aan walnoten bij Mumee! Ja, precies. Ja, Mumee heeft me gewoon een walnotenbrood beloofd op op 11 november. Nou, dat was toch een walnoot voor Mumee. Hey, Tristian! Even kijken, Shiny Ghastly, wat smash, een paar liedjes, Ice Arrows en hoeveel hartverzakkingen? 4? Zover ik erbij was 2, maar 3 volgens mij. Ja, volgens mij ook nog eentje. We hebben volgens mij 3 donaties en 1 bid. Zou kunnen. Bits. Want Bada die heeft in één keer 666 bits gedaan. Die andere kerel die toen we met Forehead aan het tegen mij zei van hé, hey, wie is nou eerst? Ja, 2 achter elkaar, toen eentje van Bada en dat toen nog een, of 2, daarna 2 van Kieken ofzo. Ja. Later Daniel, gezellig dat je er was. Doei, doei. Ja, maar ik heb wel een bericht eventjes naar Bada. Bada, het spijt me zeer. Maar Mario Play staat nog steeds P1. Maakt het uit? Nee. Maar hij staat wel nog op 1. Dadelijk was het 99 pit. Grapje. Het maakt helemaal niet uit. Maar hij staat wel op 1. Nee. Precies. Als dat maar duidelijk is. Het maakt niet uit, maar ik sta wel op 1. Oh, wat ben ik gemeen. Ik vind deze kamer zo kloten. Ja, ik ook. Of vervelend. Het is echt heel vervelend om die bloepies, zilverloepies te pakken. Ja. De troepies. Het zijn niet eens echte zilverloepies, want ze zijn niet eens 100 waard. Nee, het zijn troepies. Daarom. Ze zijn even waard als een bloepie. Nee, troepie. Troepie. Ik vind troepie vind ik hier een hele goede benaming voor. Ja. Troepie. Yay. En dat alleen maar voor een kistje. This better be worth it. Voordat een recovery hatje wordt. Ik kan het zeggen, recovery hatje. Een koffiehatje? Ja! Maar ik heb een koffie. Boe! Oké. Boerderij. Boerderij. Boe! Echt, hè? Yay! Komt hij aan? Mother pooper! Ik kom helemaal niet aan. Ik ben helemaal niet zo dik. Je papa. Oké, eerst was het je moeder en nou is het je papa. Nee, je papa. Ja, dat zei ik. Eens even kijken. Ik heb familie mee te maken. Daaf doet gelukkig wel gezellig mee. Ik heb toch het gevoel dat we hier iets goed gaan vinden in de training grounds. Ik weet niet. Nou, we hebben niet echt veel meer kistjes die we kunnen doen, dus... Ja, maar toch, ik heb zo'n gevoel dat we iets goed gaan vinden hier. Oh ja, we hebben hier niet alleen al de hoekshot gevonden en de golden gauntlet. Nee, maar we gaan nog iets goed vinden. Ja, nog een bloepie. Ja, precies. Dat moment dat ik officieel jullie steeds meer begin te haten. Graag gedaan. Maar daarvoor zijn we aangenomen. Was het? Een hartspies. Luister naar papa. 16 hartjes nu ondertussen al. Leren. Nee, papa, niet doen hoor! Ik switch gewoon van account. Oké, we gaan... Ik ga gewoon hier het dak gewoon even in de kaart houden. Waar zit hij dan? Nou wil ik het weten ook. La la la. Komt hij weer hoor. De la. De la. Nee, die op mij gaat te ver. Nee, dat ga ik niet doen. Wat? Nee. Nee, dat gaat te ver. Nee. Boe. Nee. Het zaterdag. Oh, laat maar. Jij weet al genoeg, goed zo. Dan houden het op. Ja. Dan houdt het. We gaan het niet over walnoten hebben. Dat hebben we al gedaan, maar dat... Nee. Ander onderwerp. Walnoten? Oh, daar heb je dat kistje inderdaad. Maar dan zit die toch... Waar zit die opening dan? Dan zou die hier ergens moeten zitten. Mij?
achter je, wacht, lijkt het wel. Daar zit hij daar? Nee, daar niet. Zeg maar aan die kant, volgens mij ergens, ja. Of daar. Ik weet echt niet. Ik ben er nog nooit geweest, namelijk dus. Ik in die witte. Maar goed, het zal niet echt een belangrijk item zijn. Die... Dat weet je niet. Dadelijk is het de Bosky van... Van Dorky. Ja, ik weet het niet. Volgens mij kwam je erin door op een van die fences. Want ik heb het heel vaak speedrunners zien. Even kijken, als daar het hek zit... Het moet in een van die vier kanten zitten, dat wel. Nou, ik zie daar de opening, dus dan zou het... ...hier ergens moeten zijn. Dan zou het... Want je moet die kist inderdaad van een bepaalde kant kunnen... Ja. Wacht, is dat... Nee, ook al niet. Probeer eens gewoon richting die kist te klimmen. Misschien is het wel een muur die niet verdwijnt of zo. Lijkt me sterk, nee. Volgens mij... Volgens mij doet de Lens of Truth al... Oh, verkeerde knop, sorry. Random explosies, random. Ja, maar je zou hem dan toch in het midden van de kamer moeten zien? Ja, dat lijkt me wel. Het kan dus... Wacht, dan moet ik het zo doen. Er moet een manier zijn om die kist te kunnen openen, want de kist staat er niet voor niks. Nee, het is gewoon een nepkistje. Nee, dat niet. Het is een echt kistje. Het is een mimic. Mimic you? Volgens... Ja, je zou denken hier ergens. Ja, daarachter dan, misschien. Daar loopt hij door. Nee, ja, wacht even. Er staan wel toortjes. Nou, ik herinner me wel een ander... Wacht, we kunnen heel even kijken. Ik heb een idee. Want we hebben de andere kistje hebben we namelijk nog niet geopend. Volgens mij kun je ook via die kant erin komen. Maar we hebben de andere kistje nog niet geopend, zeg maar, op de bovenste plateau via de andere route. Ja, bij Pierre. Ja, en dan sta je aan de andere kant van het hek. Ja, volgens mij moet je vanaf daar ook openen, maar beklimmen. Maar ik laat het je heel even zien. Want die kist is echt heel vaag om naar boven te komen. Een hele vage kist. Ik ben er nog nooit geweest en daarom vind ik het heel erg interessant om daar een keertje te komen. Ja, dat snap ik. Wacht even, dat kistje daar. Wacht even, zit die deur daar achter? Ja, er zit een deur op slot. Wacht even, hoor. We kunnen er sowieso al in. Ja, hier zouden we in kunnen, dus dan kunnen we dit kistje even openen. Het is toch een kistje, dus. Kistje. Oh, daar zit geen kistje, dit was zinloos. Oh. Oeps. Maar ja. Nou ja, sowieso heb je geen kistje nodig om bij een kistje te komen. Toch? Kistje bij een kistje te komen. Kisseptie. Mwah. Oké. Okay. Ja, kis. Mwah. Ik wist het. Lieverd. Daarom zei ik ook niks. Speuk. Mwah. Lieverd. Jee. Lievertje. Oh, dat gaat wel heel erg ver. Ik kan wel over walnoten hoor. Pas maar op die eind. Oh, gaan we weer over die walnoten praten. Ja, ik weet niet waar jij met je gedachten zit hoor, want ja... Het zijn maar walnoten! Ja. Ja, maar ik zeg er ook niks verkeerd over. Ik zeg... Nee, maar gaan we weer over die walnoten beginnen? Ja, dat hoor je toch? Ja. Wil je het liever over Mimese notenkraker hebben dan? Hij zit echt met zijn gedachten. Ik heb echt geen idee! Oh god. Je hoofd is een walnoot. Wauw. Een Fire Temple, ja, die hebben we geskipt. Ja, daar zit een gat. Die kist. Ja, en daar zit een gat. In die hoek. Zie je nou wel? Maar. Rechterkant van de toortjes. Dat betekent de. Oké, dus als je de kist hebt, daar. Dan moet je even kijken waar de kist beneden zit. Ja, de kist, de opening, die staat die kant op en daar dan schuin van. Dus recht. Kijk maar. Dus recht aan de voren en dan schuin in die hoek. Noordoost tegenover de kist van, ten opzichte van de kist van de Ice Arrows. Ja, dus noordoost. Noordoost, ja. Oké. Noordoost, zuidwest. Oostwest, astwest. Ja, precies.
Goh, wat is de maan weer? Hoor je niet wat hij zei? Kan hem niet zien. Ja, ik wel. Ik zie hem vanaf mijn raam, hij is keihelder. Keihard, man. Keihelder! Oh, keihelder maan. Ja! Dat zei je niet? Ja, tuurlijk wel. Mimmy heeft de noten kraken, wat is er mis mee? Niks. We zitten chat met zijn gedachten. Ja, ik weet... Waarschijnlijk bij die notenkraker, maar dat weet ik niet zeker. Notenkraker is gewoon zo'n ding waarmee je noten kraken. Dat is een hele slechte Disney film, heb ik van de Nostalgia Critic geleerd. Ah. Ja, dat was een hele slechte film. Oh. Wacht eventjes. Oké, dus dan zou die hierboven moeten zitten. Daar. Ja, noordoost. Want dat is de achterkant van de kist, dus... Nee, dan moet je hier deze deur door. Die deur en dan is hij daar. Hij is daar. Ja, je moet die deur door. Ja, bij jou. Ik denk dat je er al doorheen bent, maar... Ja, Ebbes. I found it. Mooi. Nice. Stop daarmee. Nee. Jawel, ik snap mijn zus wel. Ik niet. Ik weet niet waar jouw zus met de gedachten zit. Nee, met die stem. Oh ja, dat snap ik ook wel. Een piece of heart. Was het waard, toch? Het was het waard om te exploren van hoe je op die kamer komt. Nou, we zouden heel eventjes Epona's minigame kunnen doen. Ik bedoel, serieus, er zijn ook weer twee pick-ups. Stevie, je hebt vier oren. Ik weet het, dan hoor ik jullie tenminste goed. Dan hoort die voor iedere jumpscare één oor ondertussen. Wat zou er normaal gesproken in dat ding zitten? Sleutel. Wat, in dat kistje? Ja. Ja. Even denken. Oké. Ja, heb je gedacht dat wij denken dat jij dacht dat wij dachten? Of dacht jij dat niet? Ik geloof niet dat ik dat geloof. Dacht ik. Heb je de archery game al gedaan? Dacht het niet. Dat ga ik nou doen. Oh. Wauw, deze muziek hier. Waar zijn de laatste twee dan? Heb ik er dan 8? Ik weet het niet. Nee, ik kom niet. Wel, Epona die zit hier beneden. Oké, toch wel. Gezondheid. Dank u. Maar jongens, ik zeg dan wel heel eerlijk, dit zijn wel de laatste twee pick-ups die ik ga doen. Want de livestream gaat nu wel heel lang door, ik begin echt honger te krijgen nu. En ik merk dat mezelf ook echt moe begint te worden. Oh boy, nog niets. Hè? Stop nou eens met niezen! Nee, dan moet ik nog een keer niezen. Nog één keer en het wordt goed weer, dan zeggen ze dan. Geloof je het zelf? Nee. Nou, dat heb ik vrijdag ook gedaan en weer dacht er anders over. Weer dat weer. Altijd weer. Dat weer. Alweer? Alweer het weer, altijd dat keer weer. Oké, let's do this. Ik heb hier heel veel issues mee gehad in verband met deze controle, die werkt hier niet goed bij. Deze muziek erbij is ook echt prima. Ik vind het nogal eng. Het lijkt wel alsof ik moet tennissen. Monkey ass. And this live stream, it will be the end of all of us. No! But in the end, it doesn't even matter. You tried so hard and got so far. In ieder geval de eerste pick-up hebben we. Doneren wij stop de stream. Nee, Daaf, nee. Want dan weet ik al wat voor een donatie dat er gaat komen. Nee, dank je. Doneer en ik stop de stream. Oké, mensen, dus niet doneren. Dan blijft je streamen. Nou, je mag doneren als het maar niet hetgeen is wat ik denk dat jullie willen doneren. Ik weet niet wat je denkt. Boe! Nee. Dit is toch normaal gesproken de quiver? Ja, nee, de quiver krijg je toch pas daarna, of? Ik weet het niet. Maybe boe. Maar je krijgt wel de hardpiece hiervan. Ja, maar volgens mij was dat pas als je de 1500 had. Volgens mij krijg je nu eerst de grote maybe boe. Gewoon een maybe boe. Maybe boe. Deurie. Heb je door de vorige runs toch ook niet gedaan? Dus ik kan me niet meer herinneren. Nee, dit hebben we toen kunnen skippen, want toen hadden we alle items heel snel.
oké. Okay. Oh boy. Hij kan nog. Hij kan nog steeds. Nee, helaas. Nou, dan halen we hem niet meer. Door nog geen 1000 bits. Ook goed. Nou, 1000 bits is geen enkel probleem. Het is een bepaald aantal. Nee. Als het maar niet 15-15 is. 15-15 heb ik ook geen problemen mee. Ik wel. Nee, grapje natuurlijk niet. Zo, wat klapt daar open? Dat was een noot. Ah. Dat was die nootkraker. Oké. Okay. Oh, dit gaat eigenlijk soepel. Oh, als ik dit nou niet meer haal, echt serieus. In before. Oké. Okay. Focus. Use your training. We hebben hem. Heb je ooit wel eens 2000 gehaald? Nee. Lijkt me echt insane om dat te halen. Tristan, jij natuurlijk ook. Yes, iedereen alvast kleine feestdagen. En een gelukkig nieuw hengst. Wauw! Dat was een waste of time. Een bloepie. Jezus zeg. Oh, een arrow. Dat was het echt waard. 5 minuten langere stream vanwege een arrow. Nou nee, er is nog één dingetje, want anders weet ik zeker dat is een pick-up die gaan we vergeten. Welke? Die pick-up die je hebt in dat huisje waar je de toortjes aan moet steken in de desert. Oh ja, bij die Skultula. Maar in ieder geval, volgens mij hebben we 100% de TGT gedaan. Oké, er zijn nog wel een paar kistjes die we zouden kunnen doen als we wat sleutels vinden, maar volgens mij eentje nog maar of zo. Maar volgens mij hebben we daar echt alles bijna nu. Wat is het mogelijk om alle sleutels, al die deuren open te krijgen? Ja. Dan zou je inderdaad nog 1 of 2 sleutels nodig moeten hebben. Een Eevee boss? Nee! Eevee boss is niet leuk. Dan moet je namelijk een Eevee verslaan en dat vind ik niet leuk. Dan zou ik zeggen, maak er een Pikachu boss van. With pleasure. Ja. Maar Pikachu is zo leuk. Om te slaan. Nee. Ben je gemeen, Stevie? Nou en? Ja. Nee. Maak dan gelijk een Resident Evil hotpack. Little rough, don't you think? Daar gaan we weer. Serieus? Ja. Stinkzand. Maar goed. Klik woepa, het stinkt. Niet ga ik die door. Hij. Zij. Zo alleen. Je ziet gebeuren. Maar zij hadden niks door. Ze zijn verliefd. Had je ook niet kaas met Song of Storms? Hoe bedoel je met Song of Storms? Dat je dan die vlaggen beter kon zien? Niet dat ik weet. Wat had ik van NCS? Ik weet dat je het backwards zou kunnen doen, maar... Serieus, backwards? Ja, vanuit... Vanaf Spirit. Ja, dat hebben wij ook 1 keertje gedaan. Dat lijkt me echt zo lastig. Dat was het ook. Nu die vertelde mij precies waar ik heen moest, maar dat was echt heel lastig. Want zelfs runners hebben daar nog moeite. Walnoot. Serieus, een walnoot? Ja, die vonden we. Oh, wacht, dat betekent dus? Ja, maar het kistje nog niet. Nee, maar je kreeg er wel een. In before Blue Ruby. Ik haat jou. Goed. Bloopy! Goed. Toekomstige Stevie. Luister! Je bent weer aan het streamen, dus kijk uit voor jumpscares. Sowieso. Ik weet het. Waarschijnlijk de eerste volgende keer als je gaat streamen ben je het weer vergeten. Kijk uit voor jumpscares. Ik weet het. Iedereen in de chat haat mij nu. Kijk uit voor jumpscares. Ten tweede. Wij gaan nu naar de Temple of Time. Er is heel veel wat jij eventjes kan doen als Young Link. De Spirit Temple. 2 zaadjes planten. Eventjes eentje in de vulkaan en eentje bij de Spirit.
Dat moet je zeker doen. En ga heel eventjes naar de bottom of the well. Om heel eventjes die twee kistjes te pakken. Want daar heb je nou ook sleutels voor. Dat is het enige wat je nog kan doen als Young Link. Doe dat eerst. Daarna kun je altijd even verder kijken. Waarschijnlijk moet je daar naar de watertempel toch gaan doen. Helaas. Ik heb het ook niet verzonnen. Maar iedereen wil dat je daar naartoe gaat. Niet mijn idee. Blame hun. Maar dat is wat je moet gaan doen. Succes. En watch out. Nogmaals. Ik kijk uit voor Kieken. En Kieken is awesome. Ja, dat is zo. Iedereen is awesome in de chat. Ja. Jedi Mindtrick. De rare no jumpscare hier. De jumpscare is you. You hope so. It is a jumpscare. Little rough, don't you think? Heet dat wat? De rest in ieder geval 4? Nee, nooit. So what does a viewer like you bring you to this part of the stream? Hey, oh, easy, whoever you are. Well, I got something that might interest ya. Walnoten! Oh. See, you have an eye for drinks. Hey, hey, wij willen gewoon rustig. Ga weg. Niet knuffelen. Waarom niet? Ik ben meer van pies thuis nodig. Ik wil maar knuffelen. Ik ben in mij bijt. Verdorie, ik ben meer van de pies thuis noten. En als je dan toch eventjes een beetje afwisseling wilt, de cashewkloten, noten. Jongens, ik denk echt dat ik een beetje te moe ben geworden dat ik daar voor deze stream ga eindigen. Enorm bedankt voor alle support die we hebben gehad. Damn jullie voor de jumpscares. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk hebben gevonden. Enorm bedankt voor de support. Kieke, Super Mario Player, Bada. Bedankt voor de subscribers die natuurlijk bij zijn gekomen. De donaties en alle cheers die binnen zijn gekomen. Bedankt voor de gezelligheid. Super lange stream. JB'tje, enorm bedankt voor het pushen voor de nieuwe setup. Ik vind het mooi geweest. Ik ben echt back af. We zijn nu bijna 7 uur live. Nice. Dus ik breid er nu echt een eind aan. Enorm bedankt. Misschien dat ik jullie nog heel eventjes in de Discord zie. Maar bedankt voor alles, jongens. En tot de volgende livestream. Doei! 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 En Kieken, hou je in de gaten. Blijf kieken. Blijf awesome.